Nee, New York was uh, is, is en blijft fantastisch. Ja, Dat is onze favoriete plek om naartoe te gaan. Ja, kan ik wel zeggen. Je hebt het geluk gehad om daar te mogen wonen en verblijven. Ja, ik had mijn fotoboek, als ik had geweten, had ik mijn fotoboek van New York meegenomen. Ik heb net ja. een fotoboek uit met New Yorkse workgroups. Maar daar kom ik wel een keer langs brengen als ik ja, ja, weer, top, weer langs top. fiets. Ja, ja, goed, ja. top. Dus, uh, maar in uh, Tunnel People ook al. Ja. Zeer mooie foto's waar we gaan het ook over hebben. Dus, uh, ja, ook een ja, zeer leuke foto. Uh, ik vind het fantastisch. Tunnel People persoonlijk, ik vind doctoraat vind ik persoonlijk het beste. Ja. Uh, Mexico is ook niet gekend. Ja. Bij mij was het niet gekend. Ja. Ik denk altijd aan Colombia, aan ja. Guayaquil, Ecuador. Als, als doorvoerhaven. Dus uh, ja, we zijn aan het lopen, dan kunnen wij zo dadelijk al gewoon kan klappen in en beginnen. Oké, okay, tof. Is iedereen klaar? Dan ga ik uh, een klapje maken. Ik verwelkom jou en dan uh, starten we het gesprek. Oh. Welkom bij een nieuwe Swedish Session, de podcast, een voordeel van het Goede Doel, waar ik de eerste aflevering van seizoen 2 het zeer aangename gezelschap heb van Teun Voeten. Dankjewel, maar uit te nodigen. Met uh, zeer veel plezier, ja. alle plezier zou ik zeggen. Uh, je bent een expert op het gebied van drugs, onder meer, maar ja. bij uitstek, uh, wanneer het uh, over drugs gaat, dan uh, hangen de meeste mensen wel aan jouw bel om daar wat deskundige toelichting ja. te krijgen. Ja, ja. Uh, we gaan uh, in deze podcast, laat mij zeggen, wereldwijd, we gaan mondiaal, maar gezien de zeer recente gebeurtenissen die bij huis daar misschien toch wel mee aanvangen, ja. uh, afgelopen een aantal dagen geleden, is een meisje van elf om het leven gekomen. Een zeer tragische gebeurtenis en dat, uh, het lijkt erop, het heeft er alle schijn van, dat het kadert in het, uh, een, een drugsoorlog oorlog die in Antwerpen al een tijdje aan de gang is, maar waar dan nu toch... Het overlijden plaatsvond. Was dat voor jou te verwachten dat we een keer op die manier zou aflopen? Of uh, toch een verrassing? Nee, want het, het, er zijn dit, dit jaar ongeveer honderd uh, incidenten geweest: beschietingen, vuurwerkbommen. Uh, meestal was het symbolisch geweld. Dus dat er, uh, een werd, er. Er werden niet echt mensen geviseerd. Er waren geen moordaanslagen op mensen. Maar er moest natuurlijk vroeg of laat te verwachten dat er een, keer een ongeluk gebeurt. En, uh, ik denk niet dat het uh, de bedoeling was om een meisje van 11 jaar uh, dood te schieten. En, uh, ik denk dat die mensen die het op hun geweten hebben ook wel even last hebben van gewetensvroeging. Uh, en voor de familie is het natuurlijk, natuurlijk verschrikkelijk. Mm -hmm. en, uh, wat de reacties zijn, is, is, is valt, valt niet te overzien. Hè? Dus mm -hmm. uh, de oom van uh, het meisje Otman, die uh, LB die in uh, Dubai zit, die verdacht wordt van vragen, va zware drugsfeiten, die heeft gezegd uh, dat hij uh, niets zal doen wat uh, Bart de Wever denkt. Uh, ik vind het een rare opmerking, want uh, hij kan niet. Uh, Weet wat Bart, Bart de Wever denkt. Maar uh, ja, het is natuurlijk een hele grote familie. Dus, dus er kunnen allerlei uh, reacties komen. Tot nu toe is het nog vrij rustig geweest. Maar ik, ik weet niet hoe dit gaat ontwikkelen. En uh, ik hoop dat het uh, bij deze ene drugsdode blijft. Want tot nu toe is uh, Antwerpen uh, bijna op één of twee gevallen gespaard gebleven mm -hmm. van het uh, drugsgeweld. Wat, wat je in Nederland wel, wel hebt. Dat zijn uh, tientallen doden gevallen. Een beetje Amsterdam light, mag ik het zo zeggen, in Antwerpen? Uh, is het overdreven? It, it, uh, nou, het is goed dat het Nederlandse toestanden worden genoemd. Want uh, Nederland, uh, dat ik zie als een functionele narco-staat. Uh, Nederland heeft een naar eigenschap nogal trots op zichzelf te staan. En met het vingertje te wijzen: Nederland heeft altijd gehad van dit zijn Amerikaanse toestanden, dit zijn Colombiaanse toestanden. Of nog erger, dit zijn Belgische toestanden. Dus het is goed dat er nu eens een keer wordt gezegd: dit zijn Nederlandse toestanden. Ja. Je verwijst naar de familie uh, van het uh, overleden meisje. Je hebt zelf ook een studie gedaan ja. op uh, Antwerps gebied. Ja. Of ja. De, de families die uh, eventueel actief zouden zijn ja. in de terugwereld. Um, ken je de familie vrij goed waar het over zou gaan? Of het zijn het uh, blijkbaar twee families? Uh, nee, nee, ik. ik, 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 ik. Ik probeer me vooral te concentreren op de hele grote verbanden. Ik ben niet zo iemand echt van namen en rugnummers. Ik, ik uh, weet wat de oom van het meisje, waar die van verdacht is. En uh, waarom die in uh, Dubai zit. En dat een, uh, een broer van hem ook weer net uh, vervolgd is en ook veroordeeld is. Dus um, ik weet dat, er, uh, dat het geen uh, zuivere familie is. Mm. Maar uh, kijk, in elke familie heb je natuurlijk. Uh, Zwarte schapen en witte schapen, zal ik maar zeggen. Dus um, en ik, ik, ik loop nog niet vooruit op, 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 op wat er allemaal mm -hmm. bekend is. En dat, uh, dat wordt waarschijnlijk in de komende weken. Wordt, wordt wel, uh, en ik denk dat de daders ook wel uh, vroeg of laat gepakt zullen worden. Mm -hmm. Dus de, dat, dat gaat waarschijnlijk de komende weken wel duidelijk worden. Mm -hmm. Heb je enig idee van uh, de, de oorzaak van de ganse Antwerpse maleise op dat vlak? We weten uh, wanneer het over Nederland gaat. En in Moko-mafia komen we straks nog wel op terug ja. eventueel. Daar hebben we wel een indicatie, of zeer sterke indicaties, van de oorsprong van de conflicten in alle uh, overlijdens die dan uh, plaatsvonden. Ja. Maar in dit verband, Antwerpen is daar een, een, een sterke indicatie. Ja, nou, daar, daar, daar zijn, kijk, in Nederland, die Mokro-oorlog, dat was echt uh, een partij van 400, 500 kilo die verdwenen was. Dat was heel duidelijk waarover dat ging. Uh, twee groepen tegenover elkaar. En wat er nu aan de hand is in Antwerpen. Uh, er zijn een hele hoop verschuivingen in, de, in het milieu. Er zijn uh, een hoop kopstukken opgepakt, ook in Nederland. Uh, er zijn nieuwe groepen bijgekomen. En uh, als één kopstuk verdwijnt en dan, dan andere mensen willen de plaats nemen, dus dan heb je competitie, frictie, spanningen, verschuivingen. En, en, en dat gaat altijd uh, gepaard met geweld, omdat uh, elke groep uh, wil zichzelf uh, positioneren. Mm -hmm. En. Um, het is nog niet zo erg als in Mexico, want wat je daar hebt als één kartel uh, onthoofd wordt, dus daar bedoel ik mee als de, de grote baas van één kartel onthoofd wordt, dan heb je vaak een fragmentatie in kleine mini-kartelletjes. En die moeten door middel, door middel van zeer opzichtig, wat ik symbolisch geweld noem, expressief geweld, duidelijk maken dat zij de nieuwe kids on the block zijn. Dus hier zijn verschillende uh, dingen gaande. Uh, ook met, met de, 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 de hacks van de communicatie, uh, Sky en uh, Crochet, uh, zijn er een hele mensen opgepakt. Uh, er moeten gaten gevuld worden. Uh, mensen gaan, zijn zich aan het, aan het herpositioneren. Uh, nieuwe groepen die beginnen voor zichzelf. Want uh, over, het algemeen geweest, over het algemeen is het een hele tijd zo geweest dat... Uh, de Antwerpse groepen een beetje werkten als onderaannemer van de, uh, de uh, Nederlandse groepen. En, en nu zijn natuurlijk ook een hoop uh, Belgische groepen voor, uh, voor zichzelf begonnen. Mm -hmm. En, en de, die frictie, die verschuivingen, het rommelt gewoon in het wereldje. En dan mm -hmm. heb je geweld. Ja. Als zo'n overlijden plaatsvindt, en zeker als het gaat over druggeweld. dan staan ook politici op de barricade om als eerste. Uh, allerlei zaken te komen roepen. Hoe vond u zelf de reactie uit de politiek, uit nou, de politieke je, wereld? Je, 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 in feite niet, niet zoveelzeggend. Uh, sommige mensen, kijk, iedereen vindt het verschrikkelijk. Ja. Uh, en als je zegt van wij betreuren dit incident ten zeerste. Ja, dat is waar, maar het, is natuurlijk, het blijft natuurlijk een beetje een cliché. Andere mensen roepen op om de, de strijd te intensiveren. Andere mensen roepen op om te onderhandelen. Met, of de, dat er een bemiddelingspoging tussen de groepen moet plaatsvinden. Andere mensen die zeggen. Bart de Wever heeft gefaald. Dus die moet aftreden. Dus het wordt op een heel hoop verschillende manieren gebruikt en, en, en misbruikt. Mm -hmm. En ja, ik kan alleen maar zeggen. Er vindt een. De war on drugs vind ik zelf een verkeerde term. Omdat het impliceert dat het een een klassieke oorlog met twee, de goede en de, de slechte, die je kunt winnen. Maar het is, ik noem het eerder wat ik ook in mijn boeken heb genoemd, een uh, hybride conflict tegen een uh, multidimensioneel drugsgerelateerd crimineel complex, dat is natuurlijk geen catchy slogan. Maar uh, kijk, als je zegt de war on drugs heeft gefaald, omdat er een, een dode is gevallen, dat, dat is, uh, dat is een, een slogan. Het is de uh, war on drugs, dus een, een strijd tegen drugscriminaliteit, die wordt gevoerd en daar uh, Vallen helaas slachtoffers bij. En um, het zijn ook niet de autoriteiten die de trekker hebben overgehaald. Het zijn uh, uh, criminelen die de trekker mm -hmm. hebben overgehaald. Dus, maar ik wil allemaal nog niet vooruitlopen lopen op, uh, op, op, op de feiten. Ik, ik hou niet zo van speculeren. Dus, uh, nee, dat begrijp ik. Dus ja. Zeer terecht trouwens. We horen minister van Binnenlandse Zaken... Um, nu blijkbaar aangeven dat een, een soort van nationale... Een drugscommissaris zou wenselijk zijn. Het leger wordt ingezet volgens iemand anders in de politiek. Allemaal ideeën. Uh... Ja, kijk, kijk. Op federaal niveau heeft men het drugsprobleem altijd verwaarloosd. Het is ja. altijd de burgemeester van Antwerpen geweest die dat, die, uh, heel erg heeft, die dat heel erg op de agenda heeft gezet. Maar die heeft zich altijd in de steek gevoeld, gelaten gevoeld door, uh, door de federale overheid. En terecht. En nu is uh, ook door de bedreiging aan het adres van uh, minister Justitie Quickenborne is het inderdaad wat, wat meer op de nationale agenda gekomen. Maar kijk, het leger inzetten, uh, ja, Philip de Winter zei ook van moeten, maar je schiet met een tank, kun je geen mug afschieten. Dus je, je moet... Uh, uh, het is een ontzettend ingewikkeld probleem, uh, maar uh, je kunt criminaliteit niet uitroeien, tenzij je in een controlestaat leeft à la Noord-Korea. Waar ik twee keer geweest ben. En dat is, uh, dat is echt een hallucinante dystopie. Um, maar je kunt die drugscriminaliteit wel beperken. En, en onder, de, onder, onder de duim houden. En uh, dus een, een containment. En ik denk uh, dat ze daar in Antwerpen redelijk goed mee bezig zijn. En tegenwoordig ook in Nederland. Want het is... Um, als je kijkt, uh, Rotterdam en Antwerpen zijn een beetje communicerende vaten... qua import van cocaïne en... Um, Antwerpen is dit jaar heel veel in beslag genomen. 110 kilo in, in ton. 110 uh, ja, 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 ja. uh, Kilo zou meevallen, <laughs> denk ik. <maar. laughs> dat zijn twee sporttassen. <laughs> uh, in, in, in Rotterdam is het gezakt tot, 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 uh, van 60 tot 46 ton. En uh, wat daar de controle ook strenger is geworden, is mensen gaan. Uh, dus um, ik, ik, ik denk dat er nog een hele hoop te doen is. Maar uh, het allerlaatste wat je moet doen is de strijd opgeven of... Uh, en een van de meest naïeve opmerkingen is: van laten we de zaak maar legaliseren, dan houdt het vanzelf op. Dat, dat vind ik een uh, volledig uh, naïeve vorm van, van wensdenken. Mm -hmm. uh, verwijst Rotterdam-Antwerpen. Is Antwerpen erger qua invoer dan Rotterdam? Nou, de, de, de Antwerpse haven heeft een andere geografische structuur. Die is uitgestrekter, die is meer toegankelijk. Uh, de Rotterdamse haven dat, die, die, die is, makkelijker af, die is makkelijker af te sluiten. Dus je komt moeilijker op, op dat terrein. Uh, terwijl als je hier een beetje gaat rondrijden met de auto, dan uh, als je niet oppast, uh, rij je een kade af het water in en bewijs van spreken, terwijl dat, dat in Rotterdam dus absoluut onmogelijk is. Ja. Het boek had je schreven, drugs, um, over dus de Antwerpse ja. uh, drugswereld. Was dat op verzoek van een overheid? Of um, gesteund door een overheid in zekere zin om in kaart te brengen hoe nou, de dat, verhoudingen dat, 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 dat zijn? Dat is een interessant verhaal. Um, ik was van mijn, mijn proefschrift over het Mexicaanse Drugsgeweld aan het afschrijven. De conclusie. En toen uh, ontplofte er in mijn granaatje. in Deurne Noord, waar ik woon. in, in mijn straat een granaat. toen. Uh, uh, toen ben ik me toch gaan interesseren. wat er in Antwerpen aan de gang was. Want ik was heel erg gefocust. op het Mexicaanse drugsgeweld. En ik dacht in Nederland en België. Ja, dat, dat zijn allemaal maar. Uh, amateurs. Mm. Maar toen ben ik me daar gaan. en toen schrok ik toch wel heel erg. En toen. Uh, heb ik gewoon de, de stoute schoenen aangetrokken. en, en de, de stad Antwerpen een brief geschreven van. Uh, uh, dat er duidelijk was dat er een uh, drugsgerelateerde criminaliteit was. Dat een granaat in mijn straat was ontploft. Omdat ik uh, graag een onderzoek zou willen doen als antropoloog. En ook gezien vanuit de internationale context. En toen, um, toen heb ik met de wo woordvoerder van de burgemeester een paar keer gesproken. En uiteindelijk is daar deze opdracht uitgekomen. En uh, dat is een onderzoeksopdracht. En um, ik heb ook bedongen met de stad Antwerpen dat ik het mocht verwerken tot een boek. Mm. Dus uh, de boek... Het boek is een vrije bewerking van uh, het onderzoeksverslag. Ja. Maar het onderzoeksverslag was zelf al vrij vlot geschreven, want ik hou ervan om, om, om soepel te schrijven. Ja. En uh, ik heb de conclusies ook niet, uh, niet echt aangepast. Uh, dus, dus ik heb uh, inhoudelijk, uh, alleen qua. het is wat uitgebreider en, en qua, qua stijl is, is het wat, wat lichter geworden. Om de leesbaarheid te vergemakkelijken? Ja. Um, de laatste dagen wordt zeer vaak gezegd vanuit de politiek. Er zijn eigenlijk te weinig middelen, vanuit sommige politieke hoeken dan, te weinig middelen die kunnen besteed worden aan maatschappen in politie, douane en dienst meer. Klopt dat met jouw eigen bevindingen of valt dat eigenlijk op zich wel mee? Uh, ik vind het heel moeilijk om te oordelen, maar uh, ik vertrouw meestal wat... Uh, ik hoor inderdaad, ook bericht inderdaad uit die wereld, dat die kringen van de autoriteiten, dat ze inderdaad te weinig geld hebben en te weinig middelen en ook te weinig technologische middelen. Dus... Uh, uh, ik denk uh, als je meer scanners inzet, als je toch meer controle zit in de haven, dat, dat, je, dat het allemaal... Uh, het, het zijn allemaal kleine verbeteringen. Dus er, er is altijd ruimte voor, uh, voor verbeteringen. Ik hoor ongeveer een 2% van 500 miljoen containers die binnenkomen in Antwerpen zouden gecontroleerd worden en of gescand worden. Ja. Dat is blijkbaar het cijfer. Ja, uh, dat, dat cijfer wordt uh, geheim gehouden. Uh -huh. uh, en... Uh, Iemand vertelde mij, we mogen het niet zeggen, maar het is hetzelfde aantal als in Rotterdam. En in Rotterdam was het 2%. Dus. Dan zal het uh, niet bij zijn. Ja, dus uh, zo komen onderzoeksjournalisten aan, aan dat, die geheime cijfers. Uh, kijk, als je elke container zou scannen, dan, dan zou je file, uh, dan zou een file van schepen staan van hier tot op Panama. Dus dat zou niet opschieten. Dus uh, nee. er wordt een risicoanalyse gemaakt. En um, bijvoorbeeld, het uh, hoogste risico zijn natuurlijk um, uh, fruitschepen uit, die uit Colombia. Uh, uit Ecuador via het Panama-kanaal en aan het Brazilië vertrekken. Met ananas en, en bananen. En bijvoorbeeld een container met naaimachines uit Japan, die heeft een lage prioriteit. Ja. Maar er zijn zoveel manieren om, om die, die containers. die kunnen opeens uh, omgezet worden, of die bananen kunnen naar West-Afrika verscheept worden. En daar kan het weer een andere deklading krijgen. En, en dus er zijn ontzettend veel manieren. Uh, kijk, we je moet het zo bekijken. Het is. Um, de drugscriminaliteit, dat, dat, dat is, ik heb het in mijn Mexicaanse studie beschreven als predatory capitalism. Dus een waanzinnig ultieme extreme vorm van kapitalisme. Het zijn ondernemers, maar die kunnen razendsnel uh, uh, schakelen. Dus als bijvoorbeeld op uh, de overheid besluit. we gaan voortaan dit doen. Ten eerste zijn die plannen, die, die, die worden al maanden van tevoren aangekondigd. Maar dus op het moment dat de overheid een bepaalde stap neemt, om negen uur s morgens... om kwart over negen, hebben de ondernemingen, de drugsondernemingen, alweer een andere strategie bedacht. Dus, um, en uh, autoriteiten moeten zich aan regels houden. Je kunt niet een drugsbaas oppakken, hem op een stoel vastbinnen en een klappen geven, net zolang dat hij gaat zingen als een kanarie. Dat, dat gaat niet, maar de andere kant kan dat wel doen. Mm -hmm. Dus je hebt in feite een soort ongelijke strijd van. Um, Eén, iemand die keurig, braaf volgens de regels uh, vecht. En. Uh, is in een bokwedstrijd. En die, die ook rekening moet houden met de, de achterban. Met uh, politiek correcte voorkeuren. Met de CEO's, het bedrijfsleven. Met, 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 met publieke opinie. En je hebt ondernemingen, drugsondernemingen. die doen en laten wat ze willen. die, 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 die uh, zich aan God nog gebod houden. Mm. Dus dat is een beetje een, een, een moeilijke strijd. Maar het is vooral dat. Dat hele snelle schakelen en, en als je kijkt de wereld van smokkel hoe inventief die, 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 die ondernemingen zijn, hoeveel geld ze hebben. Uh, in Colombia worden er onderzeeërs gebouwd en, en er wordt momenteel heel veel met de Mexicaanse kartels, die werken tegenwoordig heel veel met drones. En in Mexico heb je zelfs, een, er is een, een, vroeger werden die drones geïmporteerd als consumer products, nu heb je zelfs in Mexico een, een, een industrie. De domestieke industrie van drones, die, die pakken van 100 kilo bij Tijuana over, of in Arizona over de, de grens vliegen. En dat zijn allemaal technologieën en, en, en IT-hacks. Kijk, die drugsorganisaties, dat, dat zijn netwerken. En uh, het cliché denkt dat het, dat het gewoon... Boe boeven zijn die sigaren roken en geld maar er, er zitten ook heel slimme jongens bij er zitten uh, er worden mensen van de scheikundefaculteiten worden gerecruiteerd de mensen van, van de IT worden gerecruiteerd uh, middenkader wat wat, uh, wat razend sophisticated is ook mm -hmm. natuurlijk omdat er uh, zoveel geld om gaat het zijn echt firma's zoals ja. Albert Heijn maar dan ja, het, het zijn firma's alleen uh, ja, uh, winst boven alles mm -hmm. en um, maar het is, het is ook heel uh, bizar, uh, die grens tussen legaal en illegaal en, en, en kapitalisme. Ik heb er in mijn Christel-Med boek veel over uh, geschreven. Uh, in Amerika heb je bijvoorbeeld de opioïde-crisis. Dat is uh, begonnen in 2000 toen een uh, firma Purdue die, die gooit een peinzer op de markt oxycodine. Ze wisten dat het verslavend was. Ze hebben het op een vrede, agressieve manier gepusht met salespeople. Ze wisten dat 15% van de mensen onderhoopig verslaafd worden. werden gratis porties uitgedeeld. En um, uiteindelijk uh, werden die pillen ook in het zwart gedeeld, um, verhandeld. Uh, toen dat het duur waren veel mensen zijn die overgeschakeld op heroïne. En, en later op fentanyl, wat, wat vorig jaar 100.000 doden was. Maar die opioïdecrisis is een voorbeeld hoe een legale farmaceutische industrie handelde als, als een drugskartel. Uh, en. Die zijn ook net veroordeeld tot vijf tot, tot, uh, uh, miljard. Die die, die, die die industrie is failliet. Dus de grens tussen uh, uh, crimineel, legaal en, en de, de, de geschiedenis uh, laat zien dat er toch een heel, heel grijs ge gebied is. Uh. Mm -hmm. En ook als je kijkt naar de... Ik heb voor mijn um, Crystal Mid boek heb ik dus heel veel uh, internationale... Ik ben ook in, 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 in de Gouden Driehoek geweest en... Dan komen we heel snel terug op de, de geschiedenis van, van de opiumoorlogen. Dus, dus Azië? Het Azië, ja, Azië, ja, ja Gouden Driehoek is het grensgebied tussen uh, Thailand, Myanmar en Laos. Hmm. Uh, wat momenteel het grootste centrum van uh, metamfetamineproductie is in Azië. Vroeger was het allemaal opium. Uh, maar als je kijkt naar de geschiedenis van de opiumoorlogen in het midden van de 19e eeuw, toen, om uh, um een heel lang verhaal kort te maken, het uh, Britse imperium, die produceerde opium in India. En dat werd gepusht uh, in, in China... om daar een populatie van verslaafden te krijgen. En toen China daar een stokje voor stekte... hebben ze gewoon heel simpel China aangevallen. En daarom zijn die opiumoorlogen gevoerd. Mm -hmm. Dus uh, dat is dus... In feite was de Engelse overheid... het eerste internationale drugskartel. Dus laat ik zeggen... De, de, er zijn heel duidelijk hele goede, er zijn heel duidelijk hele slechte, maar je hebt ook een heel vaag grens, grensgebied. Dan moet ook af en toe een, een, een samenkomst gebeuren, denk ik, af en toe, van de ene wereld met de andere, en dat is misschien overdreven uitgedrukt, maar we weten dat er recent de minister van Justitie geprobeerd heeft, of heeft niet geprobeerd, het is gelukt, een verdrag te sluiten met uh, Dubai. Om ook te komen tot eventuele uitlevering van um, ja. bepaalde mensen die men zoekt. Ja. Um, men zou kunnen zeggen, ja, in Dubai weten we dat er ook wel uh, wat uh, geld gebruikt is om eventueel bepaalde zaken op te bouwen. Uh, dus vanuit de Belgische overheid, dat zal ook misschien met lange tanden zijn dat men aan zulke verdragen sluit. Of is dat uh, zoals het moet gebeuren in de politiek? Nou, kijk, uh, uh, het is heel goed dat er een uitlevingsverdrag komt. Want bijvoorbeeld in, in Nederland die um, verdachte uh, Rieder van Taggi. Ja, die, die dacht daar te kunnen leven als, als een god in Frankrijk. En die is nu uitgeleverd. En uh, uh, ik denk dat de goede zaken zijn dat er dat soort uitleveringen zijn. Dat, dat criminelen of mensen die verdacht worden van criminele feiten. dat ze zich niet onantastbaar kunnen, kunnen vanen. Maar het is natuurlijk een. een uh, ja, dat is natuurlijk ook een, een hele. Uh, nare wereld. Want uh, al dat drugsgeld dat wordt witgewassen via notarissen en ontroerend goedmaatschappijen. En. en um, uh, ik zelf uh, doe daar weinig onderzoek naar, omdat ik, ik ben gewoon geen fiscaal journalist, geen economisch. Het is ook heel moeilijk, heel diepgravend onderzoek. Um, maar als je die dingen... Er zijn gelukkig wel andere mensen die dat doen, maar daar kom je... Als je daar echt... dan, dan, dan kom je in een hele stinkende beerput terecht, waarin inderdaad de witte boorden, criminaliteit en, 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 en maffia in elkaar overlopen. Ik kan de Nederlandse tongval moeilijk verbergen. Uh, zijn er parallellen ook tussen uh, Amsterdam Antwerpen in de zin van, van ja, het geweld tregent het in Amsterdam. Uh, en dus ook binnenkort in Antwerpen? Ja. Is dat een beetje te zeggen, of, of is dat moeilijk te zeggen op die manier? <laughs> nou, ik wil één ding rechts. Ik heb de Nederlandse nationaliteit, maar ik ben een Brabant geboren. Ah. Ik, ik voel me geen Hollander. En ik ben in feite al 33 jaar uit Nederland geïmmigreerd. Heb, heb ik in België en in New York gewoond. Dus ik voel me absoluut geen Nederlander meer. Het is niet de uh, beschimping bedoeld, laat het duidelijk zijn. Dus dat is, de tongval kan niet weggestoken worden. Nee, dus nee, nee, nee. nee dat, heet, maar, maar als ik in Amsterdam kom, dan denken mensen dat ik een Belg uh -huh. ben. En Brabant is. Minder Nederland dus eigenlijk ja. vlak boven de Belgische grens. Ja, nou, dus. kijk, Brabant is cultureel en Zeeland en Limburg cultureel nee. is dat uh, volledig anders dan het noorden. Het, uh, wij zijn katholiek, het noorden zijn ze protestant en um, Brabant uh, is traditioneel ook een soort buffergebied uh, nee. geweest. Altijd een beetje um, als een soort windgewest uh, beschouwd in de, de Spaanse oorlog, de, de Tachtigjarige oorlog, dan was het weer in handen van Nederland, dan weer in handen van de Spanjaarden. Dit is altijd plat gebrand en geblunderd door alle partijen, ook door Napoleon. En um, Brabant is ook een soort uh, hotbed van drugcrime geworden. En um, daar zijn. Uh, en, en ik heb in mijn boek een, uh, een, een parallel getrokken tussen de Marokkanen uit het Riftgebied, de Brabanders, en. Uh, de Mexicaanen uit Sinaloa, dat zijn allemaal uh, een beetje achtergebleven agrarische gebieden. Uh, die waarvan de bevolking uh, meende dat ze door de overheid in de steek werd gelaten. Wat ook vaak gebeurde. Dus, uh, Koningshuizen, Rabat, Mexico City of, of Den Haag. En die een hele sterke mentaliteit hebben van wij, wij redden het zelf onder elkaar. Een beetje foefelen en sjoemelen. En een paar kleine criminelen smokkelen. Een beetje, smokkelen, een beetje smokkel dit, smokkel dat en... Uh, in Brabant is die, die boter smokkel en je neversmokkel, die, die is uiteindelijk uh, overgegaan tot uh, marijuana een marijuana-teelt, naderhand een, 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 een drugslabs. En het is nog steeds, alle labs worden bijna allemaal in Brabant gevonden. Dus uh, uh, je hebt Amsterdam, dat zit de grote drugssyndicaten. Amsterdam, uh, Nederland is in feite een heel kapitalistisch land. Uh, je hebt er hele gunstige fiscale wetten voor ondernemingen. Het is niet van niets dat de, de Rolling Stones ook officieel een fiscaal gevestigd zijn in Amsterdam. Dus voor een hoop drugsondernemingen... en ook, ook de Italiaanse onderzoeker Saviano heeft daarop gewezen... Is, is, is Amsterdam een fiscaal paradijs. En uh, inderdaad, uh, uh, wat er in Amsterdam gebeurt... heeft een neerslag in, 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 in België. Maar uh, ik denk dat in het algemeen de mentaliteit in, van de Nederlanders... Is iets harder, iets assertiever, iets lomper... iets groffer, iets botter... Nou, wil ik niet racistisch doen ten opzichte van de <laughs> Nederlanders, maar. Uh, ja, de Belgen zijn over het algemeen iets liever, iets beleefder. Iets, 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 uh, dus, en dat vertaalt zich, die, 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 die cultuur vertaalt zich ook in, 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 het, in de geweldscultuur. Mm. En, dus, en uh, wat, er, wat ook een rol speelt in, in België. Men spreekt vaak over de vijf Marokkaanse clans. Het is natuurlijk allemaal iets ingewikkelder, maar. Uh, er zijn veel families met een Marokkaanse achtergrond natuurlijk betrokken in, in, die, in die drugswereld. Die komen allemaal een beetje uit de merksomdurende durende uit. Maar die kennen elkaar ook allemaal. Die zijn ook allemaal een beetje aangetrouwd. Dus uh, ik denk dat die, die, die familiebanden uh, de groepen ook weer om echt ontzettend zwaar geweld naar elkaar te plegen. Ik denk dat dat ook, uh, ook een reden is. Want mm -hmm. de spaghetti is wel vrij groot als we kijken in Nederland. Uh, zeer vaak wordt daar verwezen naar de man. Wie is afgesneden hoofd voor een shisha-bar? Ja, dat, dat, dat was verschrikkelijk. Dat zijn Mexicaanse praktijken, ja, onthoofdingen. Klopt. Maar er zijn tientallen moorden gepleegd. Ook een advocaat. Ja. Dirk Wiersum. Ja. Uh, Peter de Vries. Dan ja. vrij recent. dus is al een tijdje geleden. Ja. Maar toch nog wel ja, recent. Het geweld is een stuk harder. Ja, dat heb je ja, inderdaad. inderdaad Moordcommandos met uh -huh. kalasjnikoffs. Uh -huh. En, en uh, uh, dat hebben we gelukkig hier nog niet. Uh -huh. We hebben nu wel de, de minister van Justitie die ondergedoken ja. leeft. Ik vind persoonlijk dat de, de roering in de media daar eigenlijk zeer klein over is. Uh, er is een minister dus die vertegenwoordigt een staatsapparaat. Ja. Die moet onderduiken omwille van ernstige bedreigingen, anders was er geen onderduiking. Ja. En ik vind persoonlijk dat daar eigenlijk vrij weinig commotie over bestaat. Dat, nee, mijn het, persoonlijke het is, in visie, is dat uh, het, het, ik denk dat dat wel klopt. Want uh, ik denk dat mensen de, de ernst van dat probleem onderschatten. Die denken... Oh, de minister wordt bedreigd, maar het is in feite, als je het vanuit een abstract politicologisch niveau bekijkt, wat ik ook in mijn Mexico-studie heb gedaan, het is een soort criminal insurgency, een opstand van de criminaliteit tegen de autoriteiten. En kijk, er is een tijd geweest dat, kijk, als het goed is aan de autoriteiten, de baas, en af en toe steekt een crimineel de kop op en die wordt gevat. Maar als de criminelen de staat gaan uitdagen, gaan provoceren en gaan tarten, ja, dan, dan heb je een groot probleem. En, 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 en dat heet in Mexico een Criminal Insurgency. Want daar worden dus letterlijk um, leger en politie aangevallen. Daar worden af en toe. Uh, Cartels met een met een, een granaatwerper, uh, RPG, politiehelikopters, legerhelikopters de lucht uit. En, uh, twee weken geleden werd de zoon van El Chapo mm -hmm. opgepakt. Was het, ja, toen kreeg ik ook een echt een. een, een, een Guerilla-oorlog van kartelstrijders tegen leger en politie. Daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Maar essentieel is het een beetje hetzelfde. Het is een soort. Ook uh, de minister van. Uh, Nederlands minister van Justitie. De, de oude minister Grappig heeft bedreigingen gehad. Dus. Uh, en ook uh, de kroonprinses heeft, heeft bedreigingen gehad. En er zullen er cynische. Zijn die zullen zeggen, ja dat, dat is niet waar en dat is overdreven de stemmingmakerij. Ik, ik, ik weet dat natuurlijk niet. Ik, 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 ik neem aan dat die bedreigingen. Ik, ik, ik denk niet dat de staat zo perfide is dat hij met dat soort valse mm -hmm. beschuldigingen komt. Maar um, ja, het, het is dus heel ernstig als, 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 als de overheid uh, bedreigd wordt door, door, vanuit criminele hoek. Mm -hmm. En dan zijn er, je hebt het al even aangeraakt, mensen die zeggen, laten we de boel legaliseren. Ja. En dan uh, leven we morgen in een andere wereld, schijnbaar. Je hebt al, uh, Mrs. Impliciet, te kennen gegeven dat legalisering niet jouw dada is. Um, waarom niet? Nou, uh, ik heb daar een maand geleden een opiniestuk geschreven in de NRC. Waarin ik dat nog allemaal al die punten herhaald heb. Er um, uh, worden altijd een hele hoop argumenten gegeven. Hè? Bijvoorbeeld van um, vroeger, uh, drooglijn heeft ook niet gewerkt. Een hele andere situatie. Er werd iets verboden wat al heel lang sociaal geaccepteerd was. En toen alcohol weer legaal werd... De ...verdeelde criminaliteit niet in, in, uh, in Amerika. Er wordt gezegd, um, alcohol is ook schadelijk. Ja, alcohol is ook schadelijk... ...maar moet je dan nog meer uh, troep op uh, de markt gooien? Uh, maar de, de, de grootste uh, uh, denkfout is dat, dat men denkt... ...men onderschat de criminele logica. Men denkt van... Um, uh, als we drugs gaan legaliseren... ten eerste de, de vraag... wat ga je legaliseren? Ga je cocaïne legaliseren? Ga je crack legaliseren? Ga je vlakka legaliseren? Ga je fentanyl legaliseren? Uh, dat, dat is een levensgevaarlijke drugs. Fentanyl, flakka en crystal meth. Uh, Maar men denkt ook van... dan valt het verdienmodel. Maar uh, criminele organisaties... Die, 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 die hebben een heel divers portfolio. Dus als het ene... Uh, Verboden wordt, dan kom, uh, legaal. Want komen ze met de andere. Als, als, als cocaïne legaal wordt? Dan, 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 dan gaan ze krek op de markt gooien. Of hun of eigen cocaïne een beetje versneden met fentanyl. Of um, wat je bijvoorbeeld in Los Angeles hebt in Californië, daar is de gewone marihuane uh, legaal geworden. En daar kun je dan een pakje, zoals een sigarettenpakje koopt met twintig met rivers erin. En ik ken een vriendin van mij uit Los Angeles, die zit een beetje in die handel. Die liet me zo'n pakje zien. Ik zeg, goh, hoe duur kost dat? 40 dollar. Ik zeg, ja maar. En dan heb je hele slappe wiet. En de bevolking, de mensen die willen blowen, die kopen natuurlijk sterke criminele wiet. En je hebt daar een enorme toename in criminaliteit. Omdat er zelfs Mexicaanse kartels in, in de bergen van uh, Californië. natuurlijk een hele afgelegen daar Direct mar marihuana planta plantages. Dus criminaliteit is alleen maar gestegen in... in, in, in um, en, en, en bovendien ook uh, ja, de, de gevolgsgezondheid. Kijk, het is in feite de, de filosofische vraag uh, dat er iets mis is met een maatschappij die zoveel drugs nodig heeft. Um, kijk, elke maatschappij he, heeft roesmiddelen in, in de, in, in de riffroken cannabis, in, in, in de hoorn van Afrika Kat. Uh, vroeger werd opium gekauwd in, 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 in Azië. En, en wij hebben natuurlijk bier en wijn in Europa, maar... Het is volledig doorgeslagen. En uh, doordat. Ik, wat ik dan noem. een, een narco industrie. een narco apparaat. die bouwt. die, die zwakheid van, die van de mensheid. uit, de, de, de drang tot roes en tot ontsnapping. die we allemaal nodig hebben. En, en als je. Dus ik, ik vind het ook fout. om een abnormale situatie. te normaliseren. Mm -hmm. En uh, ja, vooral Nederland is er sterk Maar Nederland is. Uh, ja, er wordt wel eens gezegd. Uh, het is een land dat is uh, erg uh, goed in um, merkantiele en morele uh, uh, vaardigheden. Dus laat ik zeggen, kooplieden en dominees. Maar die filosofische vraag wordt nooit gesteld in Nederland. Dat, dat, dat gaat blijkbaar iets te diep voor, voor de, mm -hmm. het gemiddelde Nederlands intellect om het eventjes heel badinerend te zeggen. <laughs> <laughs> maar dat, dat vind ik een hele belangrijke culturele vraag. Wat is er mis met de maatschappij die, die, die zoveel... En dan heb ik het niet alleen over illegale drugs, maar ook over legale drugs. Alle tranquilizers en, en antidepressiva. Ja. Er, er, er is iets fout met een maatschappij die, die zoveel drugs ja. gebruikt. Dus, ik weet niet of er wetenschappelijk onderzoek over bestaat, maar bij legalisering ik kan je mij voorstellen, dus je leest af en toe in de media dat een bepaalde acteur uh, zich ergens naar uh, laat vliegen om van zijn verslaving af te geraken. En dan komt hij waarschijnlijk in een mooi kuuroor terecht. Maar is het niet vooral de arme bevolking? De ja, ja dat, 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 die... dat, dat, dat is inderdaad ook een van mijn belangrijkste argumenten. Het is in feite een heel arrogant uh, argument, een soort opinion chic. Uh, er zijn mensen, vooral uh, de, de, de blanke elite, die kan daar redelijk goed mee omgaan. Of redelijk goed. Ze worden ontzettend, uh, van cocaïne, ontzettend opgefokt, uh, in, ontzonderlijk opgefokte. Capsuleslayers, dat is Amsterdamse capsuleslayers. Dat is iemand wat een hoop praatjes, een dikke nek. Um, uh, maar die, 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 die gaan niet een baan verliezen of een, een huis verliezen. Maar het, het, het is vaak die, 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 de kwetsbare onderlaag. En de kwetsbare hoe, hoe, is niet, niet, niet per se sociaal-economisch zwakker. Maar dat kunnen ook andere mensen die, die, die gewoon heel gevoelig zijn voor verslaving. Die gaan er onderdoor. En ik heb zelf ontzettend veel, ook voor mijn, mijn boeken heb ik heel veel onderzoek gedaan. Inderdaad naar, naar die onderlaag van de maatschappij die volledig onderdoor gaat aan, aan, aan drugsgebruik. En... Um, dus in feite, als je cocaïne gaat legaliseren, dan zul je waarschijnlijk een paar mensen hebben in de bankierswereld en ook in uw wereld, advocatenwereld, die daar redelijk mee kunnen omgaan. Maar je hebt een hele hoop mensen die gaan op een gegeven moment, ik heb mensen gesproken, ze hebben op een gegeven moment 10 gram cocaïne per dag free bezig te roken. En ja, dat loopt altijd heel slecht af. Dus je, je offert in feite een, een, een kwetsbare groep op voor jouw snuifzucht. Dus ik vind dat, uh, en inderdaad, wat je zegt, in Nederland heb je uh, zo'n zanger, of ik weet niet precies wat hij nu niet precies doet. Hij heet Gordon, mm -hmm. laat ik zeggen, het is een beroeps-BN'er. Uh, ja, dan, dan is hij weer aan de kook en dan vliegt hij naar een kliniek in Zuid-Afrika. En daarna mag hij weer leeglopen in de Telegraaf. En, en, en decadentie ten top. Mm -hmm. En ik, ik heb in Mexico mensen gesproken, verslaven van de Christlamet, die, die zeiden van, wij willen afkicken, maar wij hebben die 300 dollar niet van afkicken kuur. Mm -hmm. Dus de, de, dat is de, de realiteit mm -hmm. uh, on the ground. En uh, ik zie nu in Brabant, um, uh, ja, daar zitten jongens die, die, die kopen via de, de, het web, vlakka 3MMC, dat zijn allemaal nieuwe chemische drugs. Die kun je allemaal legaal kopen. Hè? En. en die, 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 ik heb de meest verschrikkelijke verslavingen gezien. En dat, zit al, dat loopt niet rond op straat. Of dat, dat ligt niet te spuiten met, met de zweren. Dus je ziet het niet. Het zit allemaal achter uh, rolluikjes. Maar de, dat, dat is een beetje. de collateral damage van. van, van, van de toegankelijkheid van drugs. Mm -hmm. En het wordt alleen maar erger als je dat gaat, gaat legaliseren. Mm -hmm. En. Uh, je hebt momenteel in Nederland. Uh, ook heel uh, interessant. wordt nu. Uh, Gesproken over een nieuwe wet. Um, in België, dat is op dit dat gebied een voorloper. Uh, je hebt een hele nieuwe chemische drugs, wel, wel honderden. Um, Eentje vol vlakken, en dat is verboden. Maar als je dan in België, maar als je dan een, een molecuultje verandert. Mm -hmm. dan wordt, uh, is het officieel een andere stof. De moleculennaam is anders. Maar in België zijn al die stoffen verboden. Dat is generiek. Hè? Dat mm -hmm. willen ze nu in Nederland ook doen, maar dat zijn we allemaal. Uh, de, de, de hele drugslobby is er tegen en ook een, een, een partij als D66. Dus er wordt nu heel veel over gepraat of, of ze die, um, uh, om die, die, die nieuwe wet aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid on the ground. Want de, de opiumwet uh, dateert uit een tijd dat er nog nauwelijks uh, synthetische drugs uh, bestonden. En die precursoren waar u naar nou verwijst... Uh precursor om een bepaalde drugs te fabriceren? Ja, dat, dat, dat is, uh, dat is weer een ander verhaal. Dus er zijn bepaalde precursoren, ja, die, die zijn inderdaad in, in, in België allemaal verboden. Mm -hmm. Dat is ook allemaal een beetje dezelfde groep, wat allemaal oh. gebruikt uiteindelijk om, om, om crystal met te maken of om, om speed te maken. En, en, en Nederland is dan daar, dan mag het één stofje wel, nou, je giet er iets anders bij, en je hebt weer die verboden stof. Dus wat dat betreft heeft Nederland een, een hele gekke dubbele moraal. Mm -hmm. Als je zegt qua legalisering, er zijn zeer veel mensen die eventueel in het vizier komen en daar dan niet een al te best leven zullen leiden als het uh, gelegaliseerd wordt. Ja. Er komt zeer veel binnen in de haven, weten ja. we. Er wordt voor een deel gepakt, maar er gaat ook ja. zeer veel binnenkomen. Is er genoeg focus op de gebruikers? Is daar voldoende nou, beleids, daar, daar, uh, daar, in het verband? Daar zijn, uh, ik, ik, ik roep al 30 jaar, want ik, ik, ik was in 1990 al voor het eerst in een. In Medellin, in Colombia. Uh, toen het Medellin-kartel van Pablo Escobar op zijn hoogtepunt was. En de, de kranten stonden vol van sicario's, Dat zijn humornaars op motortjes. En elke dag was er wel iets. En ik liep er ook in Bogota rond. En in Medellin. Wauw. Dus ik, ik heb altijd al de, dat verband gelegd tussen consumptie en geweld. En, uh, en ja, het is heel simpel. Iedereen die, die uh, cocaïne gebruikt, die. Uh, die financiert gewoon een narcoterroristisch complex. En um, daar zijn in, uh, de, de, de Antwerpse burgemeester, de Weveren, is daar heel duidelijk in. Ook in Nederland uh, wordt het steeds meer gezegd. Uh, maar uh, vooral in Nederland is, is het toch wel een beetje een taboe om daar nog steeds... bijvoorbeeld de uh, Femke Hals, maar de burgemeester van Amsterdam... die, die wil ook legaliseren en daar hoor je... die heeft dat nog nooit uh, verteld, uh, de, 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 de verantwoordelijkheid van de consument... En nu heb je ja, de consument die begint ook te klagen: oeh, wij worden gestigmatiseerd. Die, die gaan zich nu, de, ja, de, de, de hypocrisie is top. En daar stond ook laatst een interessant stuk in, in de Gazet van Antwerpen: daar werden een paar cocaïne-snuivers die werden gevraagd en, uh, of die zich verantwoordelijk voelen um, voor de dood van het uh, elfjarige meisje. En eentje zei van ja, als je kook gebruikt, ben je heel erg met jezelf bezig. En, en dat vond ik een hele interessante opmerking. Want van cocaïne, d, 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 je empathie verdwijnt als sneeuw voor de zon. En je, 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 er zijn een hele hoop studies recentelijk gedaan over um, wat heet NPD. Dat is een net woord voor capsulesleier: Narcissistic Personality Disorder. En, ja, cocaïne werkt narcisme in de hand. En. Um, ik kende vroeger in mijn studententijd kende ik een, een maat, maar die was cocaïnedealer. En ik ging wel eens bij hem op bezoek. En ik gebruikte niks, want ik vond het toch wel een naar wereldje. Maar daar kwamen zo'n vier of vijf kooksnuivers langs. En ja, die zitten de hele avond. Als je die gesprekken hoort, het, het gaat nergens over. Uh, alhoewel, als je echt zat en mensen een café hoort, heb je dat ook wel eens. Maar, maar mensen zijn zo vol van zichzelf. Uh, uh, en ik heb ook in mijn, in, in mijn uh, drugs, Antwerpse drugsboek ook met zo'n zo dame gesproken. die, die in, in die, dat wereldje zat van hippe kunstenaars. En, en, en ja, dat is volledig vol van zichzelf. Uh, ontzettend egocentrisch. Uh, empathie verdwijnt als sneeuw voor de zon. En ik, ik denk ook dat uh, sociale repercussies van kookgebruik. Uh, dat is heel moeilijk te, te, te onderzoeken. Maar ik denk dat de. Uh, de financiële bankencrisis van 2005 was die toch? Hè? Ik denk dat het mm. toch wel uh, te maken had met overmatig cocaïnegebruik van bankiers. Ik kende een uh, meisje wat in uh, de, de City werkt in Londen. Ja, daar, daar kwamen ze gewoon, ook in de bankierswereld, daar kwamen ze gewoon uh, s'morgens lijntjes kook brengen voor de, voor de, voor de, de medewerkers. En, en die, die, dat, dat gevoel wat je krijgt van cocaïne, die. die uh, dat je denkt dat je echt de, de ruler of the world bent. de king, uh, king of the paradise. Dat, dat, die inschattingsfout die daarop maakt. Ik, ik denk dat die bankierscrisis daar ook, ook mee te maken heeft. Mm. Met overmatige, uh, overmatige zelfoverschatting van cocaïne. Dus uh, ik, ik vind dat... Uh, ja, cocaïne is voor mij de meest kapitalistische drugs van, van de wereld. En ik vind het ook heel gek dat inderdaad... Uh, Sommigen in, in België ook. Uh, mensen van vooruit die, die pleiten voor de leger. Dus, dus dat... Socialisten pleiten voor de legalisering van de meest kapitalistische Par excellence. Mm. Dus dat vind ik heel bizar. Ik vraag me altijd af, als politici het idee lanceren, op welke wijze het allemaal zou georganiseerd worden, om effectief ook de cocaïne dan hier te krijgen ja, en democratisch geprijsd. Ja, dat is natuurlijk ook... Hoe zet je het op? Ga je met kartels? Uh, en en, hey, ga je de kartels gratie geven? Dus, dus dat, dat zijn natuurlijk uh, Mexico... Uh, ja, dat, 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 dat zijn organisaties met, met verantwoordelijk voor massamoorden en, en ga je daarmee onderhandelen? Sorry jongens, we vergeven alles. En, uh, uh, dus je, je komt met, met hele gekke dynamieken in, 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 in aanraking. En dat, dat, daar wordt ook nooit in de praktijk over nagedacht. Men, men is daar heel erg... Uh, kijk, de, de Nederlanders... Uh, ook politici, die denken nog steeds in, in termen van jaren zeventig... ...van toen, toen rookte je een blootje... En, ...en dat was organische, biologische... ...hash of wiet... ...uit een ver land, uh, maar nu heb je... ...nederwiet, waarvan het THC gehalte... ...dus de, de, de stof waarvan je... ...gestoond wordt, dat is vijf of zes nee. keer zo hoog... ...dus dat is ontzettend zware nee. stuf... ...en, en ja, je, je, je hebt... ...jongeren... ...die blooien zich letterlijk... ...een hersenbeschadiging en dat verband tussen... ...psychosis en, en een zwaar overmatig... ...cannabisgebruik, het is overduidelijk... ...aangetoond, maar... Nogmaals, de hele, ik noem het wel altijd gewoon de drugslobby. Ja, drugs is goed voor de gezondheid. En als je, als je kanker hebt, dan is het. Uh, en je hebt chemotherapie, uh, kun je weer eten ofzo. Dus uh, die, 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 die medicinale werkingen van drugs, die worden enorm uh, overschat, en, en, en de schadelijke die worden enorm onderschat ja. door die drugslobby. En, en ik denk dat politici, die denken inderdaad nog, ja, het valt wel mee met die wiet, maar het valt helemaal niet mee met, met, met de moderne wiet van vandaag. Ja. Nee, dat klopt, en de politici is altijd mijn vraag ook geweest, als het gaat over legalisering, maar even dat af te sluiten, ja, op welke wijze het in de praktijk zal gebeuren, is mij ook een raadsel. Ik denk dat ja. ze in Latijns-Amerika daar even zo'n glimlachen, of nog wat meer, in die ze daar een een Vlaamse politicus, de revue zien passeren, die ja. even komt onderhandelen. Dat zal volgens mij een bijzonder tafereel zijn, om het ja, zo te zeggen. Ja. Uh, wie daar wel ervaring mee heeft, dat ben jij. Je ja. uh, hebt uh, Mexico gekozen om een doctoraat over te schrijven. Dan is de eerste vraag natuurlijk, hoe kom je bij Mexico terecht? Ja, nou, ik laat ik zeggen, Mexico heeft mij gekozen. Nee. <laughs> nou, ik, ik ben dus uh, na mijn studie antropologie, toen ben ik heel veel gaan werken als oorlogsfotograaf. Um, ik heb altijd wel een interesse gehad in drugs. Ik heb toen een tijd in de tunnels van New York gewoond met daklozen en daar was crack en uh, bijna iedereen was daar verslaafd van de crack. Dus ik heb altijd wel een beetje het verschijnsel drugs een beetje in de gaten gehouden. Maar toen, uh, ik in Colombia ben ik vaak geweest en daar wordt natuurlijk het conflict gevoed door uh, cocaïnehandel. Zowel door uh, de communistische guerrilla als, als de, de rechtse paramilitairen zaten in het drugshandel. En toen... Um, ik hoorde op een gegeven moment, ik las ergens een berichtje, dat Ciudad Juarez de gevaarlijkste stad ter wereld was geworden. Uh, vanwege de drugshandel, Ciudad Juarez is een stadje aan de aan, aan, grens aan, aan Amerika, in El Paso, in uh het -huh. midden van de Mexicaans Amerikaanse grens, en... Um, en dan, aan de andere kant in Amerika, je hebt uh, San Diego... Nee, San Diego? Uh, uh, El Paso, ja. Je hebt ook Tijuana en San Diego, dat zijn ook uh -huh. tweelingsteden ja, ja. en je hebt Juarez en El Paso. Uh -huh. um, en toen ben ik daar naartoe gegaan, en. Uh, da, ja, daar vielen. Stad van een miljoen, daar vielen vijf, zes, of soms wel acht of negen doden op een dag. En wat, wat heel bizar was. Uh, ik heb als oorlogsfotograaf heel veel in de zogenaamde failed states gewerkt. En dan, 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 dan noem ik uh, Sierra Leone, Liberia, Afghanistan in 1996, uh, Angola. Uh, ook Joegoslaaf tijdens van de burgeroorlog, waarin alle law en order weg is. Um, uh, en geen enkele institutie meer werkte. Maar in, 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 in. Mexico is een heel moderne staat. Het is een van de, de top 10 industriële producenten, culturen, musea, infrastructuur, uh, educatie, alles werkt daarin. Soms zelfs beter als in Nederland: gezondheidszorg en, en uh, educatie. Maar je had een soort straffeloosheid die, die ik niet te rijmen vond uh, met de geciviliseerdheid van die staat. En, en toen. Uh, ja, ik ben toen heel veel gaan fotograferen. Ik ben heel vaak teruggekomen in allerlei andere staten. Ook in Kuliakan, in, in Tamaulipas, in Michoacan. En uh, ik heb er dus twee jaar lang uh, drugsgeweld gefotografeerd. Toen een fotoboek. Maar toen. Als fotograaf is het heel interessant. Uh, beeld is, is een heel machtig medium. Maar je. je ik ben ook onderzoeker en ik, 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 ik wou er ook gewoon dieper in op gaan op de sociale, economische, historische, politieke context van die drugsoorlog. En toen uh, uh, ja, ben ik, uh, als, zoals het heet, als buitenpromovendus, heb ik mijn oude uh, professor Latijns-Amerika uit Leiden gevraagd van kan ik bij u promoveren? En als je iemand vindt... Uh, een professor die dat wil doen, dan kun je gewoon aan beginnen. Dat is natuurlijk, ja, natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar <laughs> nou, ik vond het fascinerend en ik heb in mijn onderzoek gekeken naar drie punten van wat voor een oorlog is dit. De, de drugsoorlog is een oorlog, maar een heel ander type oorlog is dat we gewend zijn. Een soort hybride oorlog op alle fronten, op alle intensiteiten. Vergelijken we met de, 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 de terroristische oorlog van ISIS tegen het Westen. Dat is ook een oorlog op alle fronten. Mm. Het is geen oorlog tussen twee landen met uniformen en legers. Um, dat was heel interessant. Ik heb ook gekeken dus inderdaad naar de economische aspecten van de, uh, Dus in hoeverre economische ongelijkheid die, 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 die criminaliteit veroorzaakt. Ja, maar ik vond het veel interessant hoe die, inderdaad die kartels. De, ik noem het DTO's, Drug Trafficking Organizations. Hoe kapitalisten die werken, inderdaad, die hebben ook een soort uh, corporate social responsibility. Die geven af en toe, die helpen het volk, die bouwen een kerkje, die delen voedselpakketten uit als er een overstroming is. Die hebben een human resources, beleid, die, die, die zijn op zoek naar goede recruten. Dus die functioneren precies zoals als legale ondernemingen. En dat heb ik ook genoemd predatory capitalism. En um, als laatste heb ik gekeken, meer vanuit een antropoloog, naar de motivaties van mensen... Om zich bij een kartel aan te sluiten en om de, de meest verschrikkelijke beestachtigheden uit te voeren. En um, ik heb toen gekeken van uh, hoe krijg je iemand zover om een ander mens te doden. En uh, dat is heel interessant, want ieder uh, mens heeft een normale weerstand om een ander mens het leven te ontnemen. Maar dat kun je via bepaalde strategieën kun je dat omzeilen. Uh, je kunt afstand creëren. Je kunt mensen de geestgezeldheid uh, manipuleren met drugs of hersenspoeling. Je kunt mensen belonen of juist dreigen. En, en, en ik vond het fascinerend om te zien dat, dat al die mechanismes, om ik zeggen, het doden te faciliteren, die kom je terug bij zowel uh, het leger en de politie. Want de politie moet af en toe ook leren om, om, om geweld te gebruiken. En het leger ook, die moet je zover krijgen om een andere partij dood te schieten. Maar je komt ze ook terug in criminele groepen. Bij kindsoldaten, waar ik ook veel onderzoek naar heb gedaan. In Sierra Leone heb ik een boek over geschreven. En terroristen van ISIS. En inderdaad huurmoorden van Mexico... Dus ik zag een hele hoop van die... Uh, en ik heb gekeken naar, naar die extreme vorm van geweld... Want het wordt heel vaak gezegd van... Um, het zijn loco's, het zijn beesten... Maar ik heb juist gedacht van... Nee, het zijn... Het is geen irrationele, blind geweld... Het, het, het is een hele... gecalculeerde strategie... Uh, geweld, extreem geweld... Om, om de tegenstander te intimideren... En, 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 en dus, ik vond het een razend interessant ja. uh, uh, proefschrift om te schrijven. En, ja. en ik, ben er, uh, ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt. Ja. Het was voor mij ook een intellectuele verdieping. Ik, ik heb ook, uh, mijn 30 jaar ervaring in andere oorlogen uh, er, erbij gebracht. Het is bijzonder interessant om te lezen ook. Uh, als je verwijst naar die mensen die dan binnen die kartels of binnen die terugwereld moorden plegen, zijn het die sicario's? Waar nou ja, sicario's is, sicario's is het Spaanse woord voor huurmoordenaar. Ja. Heb je die ook ontmoet, zulke mensen? Uh, ja, ik heb toen uh, in de gevangenis uh, van -Gewaars, heb ik uh, een stuk of zes of zeven diepte-interviews gedaan ja. met, die, uh, met die mensen. Lijkt interessant, was het dat ook? Was dat... Uh, ja, het is super interessant. Het is vooral, uh, ja, kijk, elk mens wordt als een lief onschuldig babytje geboren. Ja. En, ja, en op een gegeven moment heb je een, een bloeddochtige huurmoordenaar. Dus er is iets fout gegaan in, ja. in dat traject. En um, sommige mensen die zijn letterlijk psychotisch. Maar andere mensen, ja, die, 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 wat je dus heel vaak tegenkwam. Uh, ja, mensen zaten een beetje in een gang, toch wel een beetje in de verkeerde, verkeerde vrienden. Maar dan kwamen ze in een conflict terecht en dan moesten ze uit de vorm van zelfverdediging iemand anders uh, doden. En daar uh, hadden ze ambivalente gevoelens over, natuurlijk. Uh, Mexico is katholiek land en jij zult niet doden, natuurlijk. Maar ook een gevoel van triomf om iemand het leven te hebben ontnomen en, en overwonnen te hebben. En. Uh, Sommige mensen raakten aan het gevoel verslaafd. Andere mensen werden weer uh, opgemerkt door criminele groepen, de kartels. Hé, hey, die Gossé, uh, dat is wel een, een keiharde, een goede fighter. Die moeten we bij onze groep hebben. En, en dus, dan kom je bij een criminele groep en dan op een gegeven moment krijg je opdrachten. Die moet je uitvoeren. En uh, als je eenmaal één iemand hebt gedood, dan wordt het de volgende. De, dat wordt steeds makkelijker. Mm -hmm. Dus het is. Het is um, een afglijden telkens een stapje bij stapje bij stapje. Je neemt telkens weer een, een drempeltje meer. En uiteindelijk ben je een massamoordenaar. En, uh, of een huurmoordenaar die de meest verschrikkelijke wreedheden begaat. En uh, die, 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 dat, ik heb ook gekeken naar de, de wortels van, um, van extreem geweld. Uh, en, en dat heeft ook te maken met uh, wat heel vaak wordt onderschat: zelfestiem, gekwetste persoonlijkheden. En. en, en uh, Haat en wrok en rancune, dat zijn ook allemaal drijfveer. Dus ik, ik vond het heel, heel interessant uh, om dat allemaal te onderzoeken. Ja. En uh, uh, mijn mensbeeld is uh, niet noodzakelijkerwijs positiever op geworden, maar wel, maar wel uh, eerlijker, denk ja. ik. Ja. Kun je me voorstellen, als je zelf zeven uh, sicario's, zoals je zegt, die huurmoordenaars, gesproken hebt, heb je dan nadien een soort van patroon dat je kan ontwaren? Wat je zegt, euh, middelenmisbruik of een, een, een nou, verstoring het, 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 van persoonlijkheid? Het, het, is het... het zijn allemaal, allemaal verschillende. No. Eh, elke sicario is, is een individuele, uniek geval. Hmm. Maar er zijn wel een paar patronen die vaak terugkomen. Uh, inderdaad, een marginale afkomst. Uh, persoonlijkheidsstructuur. Uh, je ook zoekt naar bevestiging. Uh, en wat je dus heel vaak ook tegenkomt, is dat dus, al die jongens gebruiken heel veel drugs. Uh, ik heb ook een boek gelezen, een heel goed boek, Wolf Boys, over twee sicario's. Ja, die stonden altijd stijf van het kalmeren met een rovinol, anders konden ze niet werken. En andere jongens die gebruikten altijd kook. Uh, ik ben net trouwens een boek aan het lezen over drugs in oorlogsgebied. En dan zie je dat inderdaad uh, in alle oorlogen zijn er drugs gebruikt. Dus dat drugsgebruik onder huurmoordenaars is altijd een. een, 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 een Constante. Ja. En dan heb je sommige mensen die raken verslaafd aan, aan moorden. En, mm -hmm. uh, maar dat is nooit de, de eerste motivatie, want mm -hmm. je weet niet wat het is. Er is nog nooit iemand dat vermoord. Dus je vermoord iemand en dan denk je, hé hey, dat is een lekker gevoel. Dat gevoel wil ik weer opnieuw beleven. Mm -hmm. En dat zijn inderdaad de, 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 de pathologische gevallen. Mm -hmm. Maar een mensen, van een hoop mensen, het werkt, die moeten gewoon, op een gegeven moment kun je niet meer terug, als je in die, die groep zit. Uh, ja, je, je wordt verwacht om mensen te doden. En je krijgt een opdracht, je moet die omleggen. En als je het niet doet, voor je zelf omgelegd. Op een gegeven moment wordt je helemaal meegezogen. Want we weten dat binnen de mokermafia. er toch ook wel een aantal zeer vaak jonge. Ja, wat, Snaken voor een. heb uh, ik aan geld. Ja, op ja, ja, wa, wa, een... je wat je in Nederland inderdaad hebt, dat is. Uh, dat heet ook met een term LBV. licht. of LVB, licht verstandelijke beperkte jongens. Jongens met een laag uh, ontwikkeld IQ. ook met een slecht ontwikkeld uh, geweten. Uh, erg korte termijn denken. Uh, ja, en die, die, die zijn heel makkelijk voor, voor dit district klusjes te ronselen. Die krijgen inderdaad de, van een paar honderd dollar tot uh, euro, tot soms een paar duizend om, om iemand om te leggen. En, en, en dat is verschrikkelijk uh, dat dat hier in onze lage landen ook gebeurt. Mm -hmm. En ja, dat, dat, dat zijn die jongens die, die komen hier naar Antwerpen toe. En, uh, die rijden rond met van die opvallende auto's met Nederlandse plakken. Het en, uh, gele en gele kentekens, die springen eruit. En dan zijn, ja, dus de politie. Uh, ja, die heeft er vaak van als het jongens opgepakt. En ja, dit, het, het is um, verschrikkelijk dat je inderdaad ook zo'n zo generatie van sicario's mm -hmm. krijgt. En uh, wat ik... Uh, kijk, ik ben dus dertig jaar de hele wereld af geweest als oorlogsfotograaf. En um, uh, vooral in Nederland heeft zich altijd gedacht... wij zijn moreel zo voortreffelijk, wij, wij zijn een apart land... we zijn een soort uitverkoren volk, het zal bij ons niet gebeuren. En uh, die, 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 die georganiseerde misdaad en criminaliteit... Uh, ja, het, het heeft wereldwijd hetzelfde mechanisme... en die, die opereren volgens dezelfde natuurwetten... economische wetten, criminele wetten, logische wetten... Alleen de, de, de omstandigheden waarin die, die criminaliteit zich manifesteert, die is iets anders. Omdat, uh, je moet het gewoon zo zien als een schimmel. Dan als het heel warm en, en vochtig en, en zonnig is, dan groeit je heel hard. En als het een beetje koud en donker is, groeit je langzaam. Dus als je gunstige omstandigheden hebt, economische ongelijkheid, corruptie kan het heel snel gaan. Maar als je meer egalitair econo economisch systeem, meer controle, politie, dan, dan groeit dat langzaam. Maar de, de patronen zijn hetzelfde. En inderdaad. Uh, ja, in, in, in Nederland heb je af en toe Mexicaanse toestanden, dus onthoofdingen en een machtelkamer is gevonden, en inderdaad moordcommands met kalasjnikovs en inderdaad huurmoordenaartjes. Dat, dat, is, uh, dat, dat, dat is verschrikkelijk. Als we gaan naar Mexico, je zegt het is eigenlijk een zeer ontwikkeld land, een modern land. Um, hoe moeten de mensen die dat voorstellen qua leven als je dan effectief in zo'n stad leeft waar dan tien doden per dag vallen? Je kan daar gewoon buiten komen, naar het werk gaan en vooral s'avonds thuis blijven, of je dat op een andere manier. Ja, da dat het verloopt. Da 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 daar kwam het wel op neer. Ja. Mensen die, die gingen. En op een gegeven moment, ja, je, je, leert, je leert ermee leven, want je weet gewoon van. Uh, uh, als je nooit te lang bij stoplicht wachten uh, en niet in je eentje naar gekke cafés gaan. Mm -hmm. en, ik moest voor mijn werk wel eens naar gekke cafés gaan. Ik dacht van wow. En een hoop van die cafés die waren ook uitgestorven. Was, was, S'nachts was het gewoon uitgestorven. Vroeger was dat een roze buurt. Iedereen uit El Paso kwam daar de bloemetjes buiten zetten. Naar de, de, de prostitutie en bars. En uh, daar had je geen drinkleeftijd. Dus alle kids gingen daar. Dat was elke avond feest. En dat was helemaal uitgestorven. En ja, daar zat je in een bar. En je weet gewoon van. Je las het verhaal dat er een, een moordcommandant in de bar binnenstormt en tien mensen doodschiet. En je weet gewoon van. Als je bijvoorbeeld daar een dame aan de bar zit. En je geeft die een knipoogje. Maar dat is toevallig de vriendin van iemand. Die kan je gewoon afknallen. En dan komt de politie, de vaart de politie en dan zegt ze ja, we, wij zaten hier een biertje te drinken toen hoorden we bang, bang, bang. En toen lag de Grinko opeens dood in de, ja. eh, op de grond. We hebben niks gezien. Ja, onderzoek afgesloten. De dus daar verloosheid compleet. Ja, ja. en, en dat, was, dat was het meest hallucinante, die, 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 die straffeloosheid, eh, dat je daar met alles kon, kon wegkomen. Ja. En, en dat had te maken ook met dat het politieapparaat ook overbelast was. En corrupt ook een en, beetje. En corrupt ook een beetje. Uh, je hebt verschillende polities gehad, verschillende politiechefs. En uh, om de zoveel tijd werd de politie. Uh, uh, de gemeentepolitie weer opgekuist. En um, het verschilde ook van, van, van staat tot staat. Want elk kartel heeft een ander businessmodel. Mm -hmm. In, in Gewares was het de cocaïne van uh, over de grens krijgen. Maar in andere steden. Wil uh, wilde het kartel, de bevolking afpersen, dus je moest een ander soort controle uitvoeren. Um, en je had één, één uh, stadje, uh, Nuevo Laredo, daar ben ik ook geweest. En dat was volledig onder controle van de Zetas. En, um, uh, ik ben toen, uh, dat doe ik vaak, ik praat eerst altijd met, met slimme mensen. Die, die weten wat de situation on the ground is. Ik ben met Amerikaanse consulaat gaan praten, ik had een huurautootje. Nou, het zie je dat het gewaar is, dus het was al een beetje verdacht. verdachte autootje. <laughs> uh, en ik kwam naar een andere stad rijden, een paar honderd kilometer verderop. Die zei, zei, teuntje af, uh, Anthony, van, die zei van, de, over twintig kilometer aan de checkpoints van, van de, de, de kartels op, op de snelweg, de nationale snelweg. Okay. En die kunnen doen en laten wat je willen. Die kunnen lachen, ah, ah gekke Gringo, ja, rij maar door uh, Holland, uh, leuk land. Of ze kunnen je ter plekke uh, executeren, je auto jatten of, of ontvoeren. En toen ben ik in, in, in dat stadje gebleven, één of twee dagen, en maar een beetje de toerist uitgehangen. <laughs> maar op elke hoek zag ik zo'n ventman mobieltje. En uh, daar was, uh, als je de kranten las, daar werd geen woord gerept over het drugsgeweld. Want uh, de kartels hadden gewoon gezegd tegen de kranten van, uh, jullie praten niet over drugsgeweld. Het was onder controle van de Zetas. Het woord Zeta mocht je daar niet gebruiken. Uh, als, als, er werden af en toe granaten gegooid op, 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 op redacties. En het hele politiekorps was ook in de handen van de Zetas. Um, en niet, niet omdat die politie inherent slecht is, maar dat zijn de jongens die zijn opgegroeid met die, die criminelen. Dus mm -hmm. die kennen elkaar, die weten waar ze wonen. En, en in Mexico, de uitdrukking is platen op ploma, geld of, of zilver. Dus of, of je krijgt de kogel door je kop, of, of je wordt betaald. En um, daar werd de federale politie op afgestuurd om de gemeentepolitie te arresteren. Dus dat soort toestand heb je, in, heb je in Mexico. Want als je daar straks zei, El Chapo, de zoon van El Chapo. Dus of Video Guzman, ja. Ja, dus uh, El Chapo, de meeste zonen we wel kennen, neem ik aan, is de man die nu in New York in de gevangenis vertoeft, levenslang. De grote kartel. Ja, hij, hij zit in een andere gevangenis in Colorado of zo, maar in een maximum security prison, ja. levenslang, ja. En dus de zonen, dus een, een aantal denk ik, ja. een dochter en een, een aantal zonen. Ja, een paar zonen. Dus ja. één iemand is nu gearresteerd en ja. daar is nu een soort van kleine uh, oorlog. Tussen overheid en het kartel? Ja, die uh, Ovidio Guzman heet hij. Uh -huh. Bijnaam El Raton, de muis. Okay. Of El Nuevo Raton, de nieuwe muis. Waarom weet ik ook niet. Maar... Klein van gestalte. Ja, ook uh, hele knappe jongen. Ziet er een beetje uit als Kloon, een soort fotomodel. Okay. Um, die is drie jaar geleden gearresteerd, in uh, 2019, in de stad Culiacan. Dat dus de hoofdstad van Sinaloa, waar het Sinaloa-kartel gevestigd is. En. Um, uh, die is per ongeluk gearresteerd. Bij een huiszoeking vonden ze hem op, opeens per ongeluk. Uh, maar toen is er dus letterlijk een gewapende opstand van de kartels uitgebroken. Hebben we 300 kartel, hebben uh, 300 hebben ze gemobiliseerd met uh, de allerzwaarste wapens. 50 Kel, dat, dat zijn een soort anti-af. Met, met zulke kogels. Uh, de militaire wapens. En toen is er een veldslag ontstaan tussen leger en politie. En uh, toen zijn er zijn geloof ik 20 doden gevallen. Vooral aan de kant van leger en politie. En toen. Heeft de Mexicaanse president AMLO, hij heet AMLO, dat zijn de zijn initialen een hele ingewikkelde naam, die heeft persoonlijk opdracht gegeven aan de politie en het leger in Mexico om om, um, om video vrij te laten, om meer bloedvergieten te voorkomen. En dat was als het ware een, een overwinning voor uh, mm -hmm. de georganiseerde misdaad. En een paar maanden later trouwde de dochter van El Chapo gewoon in de kathedraal van Culiacan, van, uh, van zelfs hier op de kathedraal op de Grote Markt. Maar. Er was alles afgezet door kartelleden met van die politielinten, do not cross, maar het waren kartellinten. Dus dat, dat, kijk, zover zijn wij in, in Antwerpen nog niet. Jullie kunnen het niet. Hè? Nee, um, maar die is uh, twee weken geleden, toen hebben ze hem weer opgepakt, maar toen hebben ze hem heel anders aangepakt. Toen hebben ze hem um, ten eerste in een klein dorpje gearresteerd. Uh, met een enorme politie en legermacht. Toen hebben ze ook gelijk met een helikopter uh, naar Mexico City gevlogen. In feite naar uh, de Maxim Security Prison uh, vlakbij Mexico City. En toen is er wederom een, een veldslag ontstaan. En er zijn ook weer 30 doden gevallen. 19 kartelmembers en 10 politie's. En ja, dat ging er ook hard aan toe. Maar dat, dat er zelfs met vliegtuigen van het leger. kartelhuizen beschoten werden. die, die daar de vliegtuigen met. 50 kel onder vuur namen. Dus, dus Maar toen heeft de overheid... ...blijkbaar uh, besloten... van ...we gaan dit eens en voor altijd oplossen... ...dus we komen met een enorme overmacht... ...en uh, we halen die... Uh, ext ext ...extractie heet dat... ...in militaire termen... ...we, we halen onmiddellijk weg uit... ...Sinaloa. Dat we hem ook niet meer kunnen loslaten mm -hmm. of zo. En uh, ja, die, die, uh, die zit nu vast... ...en die wordt waarschijnlijk binnenkort... Naar, uh, ...ook naar Amerika mm -hmm. uitgeleverd... En, dat is de grootste angst voor uh, Latijns-Amerikaanse narco's om uitgeleverd te worden uh, ja. uh, aan Amerika, want dan, dan zit je gewoon goed vast. Een ja. oorlogsgebied is jou niet vreemd, want eigenlijk nee. is jouw carrière gestart. Als oorlogsjournaal. Oorlogs ja, in, in, uh, als fotograaf. Ja, mijn eerste oorlog, dat denk ik met veel nostalgie aan terug, dat was toen was ik nog student. En toen ben ik. Uh, uh, naar Tel Aviv gegaan, wat toen op het punt stond bestookt worden met skutraketten van Saddam Hussein. Wat ook gebeurde. Oké. Okay. En um, ja, ik vond het heel interessant. Ik vond het spannend. Ik vond het belangrijk werk. En uh, ja, toen na mijn studie ben ik verzuid geraakt. Ik uh, Ook in Irak, met de contra-oorlog zat ik voor mijn studie. Uh, en toen de oorlog in Joegoslavië begon. Toen, en toen. Um, uh, ja, toen, toen is dat een beetje mijn specialiteit geworden. En toen. Uh, heb ik dus uh, en gefotografeerd en ook geschreven over conflicten in uh, Colombia, uh, Afghanistan, Joegoslavië, Haiti, uh, Sierra Leone, Liberia, mm -hmm. uh, Irak. Uh, ja, de, de beetje toch wel allerbelangrijkste conflictgebieden in de wereld. Altijd als fotograaf? Als fotograaf en, en als schrijver. Mm -hmm. Kijk, en als fotograaf heb je het voordeel, het dingetje. Om letterlijk te zijn waar de actie is. Want als schrijver, als er ergens bijvoorbeeld een, een, een stadje wordt overrompeld, uh, en daar komen allemaal vluchtelingen vandaan, dan kun je in je veilig hotel met zo'n vluchteling praten. Maar als fotograaf heb je er niks aan, dan moet je naartoe waar het gebeurt. En uh, het dwingt je dus echt. Uh, en na de rand ben ik erachter gekomen dat het, die oorlogsfotografie in feite de ideale onderzoeksmethode is voor een culturele antropoloog je gaat ik met soldaten. ik ben ook een paar keer embedded geweest met Amerikaanse soldaten, dan ben je gewoon tien dagen lang zit je met de peloton Amerikaanse soldaten in in oorlogsgebied in Irak of in Afghanistan in de middle of nowhere, dus je bent in feite een soort, je bent als fotograaf maar ook als antropoloog uh, hmm. participerende observatie. Dus um, ik doe het iets minder de laatste tijd. Uh, ik vind, ja, die, die die drugsgeweld vind ik vind ik natuurlijk heel erg spannend, maar uh, Conflicten van nu die zijn ook heel gemeen geworden. Uh, en ook heel duur. Klinkt gek, maar als je bijvoorbeeld. Ik ben een paar keer in Irak geweest. Het geweld tegen ISIS. Ja, je moet met een gids werken. Een uh, uh, fixer. Uh, tegenwoordig vragen die 300, 400 dollar per dag. En dat bijna voor een freelancer niet meer op te brengen. Begrijp ik. En, en ja, het is natuurlijk ook. met het islam, islamitisch extremisme ook veel gevaarlijker geworden. Mm. Kijk, want ik ben heel vaak gearresteerd door autoriteiten. Word je beschuldigd van een spuur? Nou, dan moet je gewoon eventjes met de commandant praten. En alles gewoon netjes uitleggen. En dan, ja, dan, dan kom je wel weer vrij. Maar als, als ik nu door een ISIS-jongen word, word. dan, ja, dan ik ben ik gewoon een. Mm -hmm. uh, ook al ben ik katholiek. Ik ben gewoon een. Uh, infidele zwijn. En daar is niet tegenop. Dus. Uh, mm -hmm. En. Ja, ik, ik heb ook. Vrij veel collega's verloren. Zeven of acht of zo. En op een gegeven moment. Hoor je, mm -hmm. uh, dus uh, je doet het een beetje. Uh, ik doe het iets rustiger aan. Heb je zelf ook het, ooit in een bepaalde situatie verzeild? Ja, ik, 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 ik ben één keer uh, in mijn benen geschoten door een sluipschutter in Joegoslavië. En er was gelukkig uh, geen botten of spieren, of ook geen botten of uh, aders uh, geraakt. Dus daar ben ik goed van afgekomen. En ik ben ook, uh, ja, enkele Sherlione, een beetje de, de kindsoldaten, een commando van hysterische gedrogeerde kindsoldaten, bijna geëxecuteerd. En. Um, toen heb ik twee weken moeten schuilen houden in de bush. En uh, dan was gewoon de vraag of ik daar nog ooit levend uit zou komen. Wat uiteindelijk gelukt is. Ik heb er ook een uh, uiteindelijk een spannend boek over geschreven. Welk <laughs> nadeel heeft zijn voordeel. Elk nadeel heeft ja. zijn voordeel. Vond, ik moest in eventjes één dagje in therapie met zijn... overwege PTSD. Dus hij ook ja. Het is goed dat je daar een boek over dat schrijft. Dat is ja, niet even... Ja, uh... ja. <laughs> even ten gelde maken. <laughs> nee, dus, dus, ik heb al enge dingen meegemaakt. Dus... Um, Kijk en op, op een gegeven moment, dan uh, ik, ik doe het gewoon iets, iets rustiger aan. Mm. Of ja, tenminste, dat vind ik. Ik zat een maand geleden nog in Mexico bij het Sinaloa-kartel. om daar een Christel lab te fotograferen. Ik zat in de binnenlanden waar alle, alle kartels. Ik vind zelf dat ik het rustig aan doe. Mm. En andere mensen vinden dat van meevallen. Maar. Zoals bekend is onze podcast steeds ten voordele van een goed doel. in Teun, je hebt ook een goed doel uitgekozen dat verband houdt met drugs. Ja, er zijn zoveel goede doelen, regenwoud, de ijsberen, de penguins, mm -hmm. maar uh, het moest een beetje drugsgerelateerd zijn. Dus ik heb gekozen voor de organisatie Moedige Moeders. Mm -hmm. Dat zijn moeders van uh, kinderen, uh, zonen en dochters die uh, in hun leven verwoest zijn door drugs. En die dat drugsprobleem op de kaart willen zetten en ook hun uh, kinderen willen helpen. Okay. En dat is een Nederlandse organisatie en daar heb ik uh, heel veel respect voor. Zeer mooi goed doel. Dus ik zou zeggen aan iedereen die is ondertussen bekend, om warm te doneren voor dit zeer goede doel. En de mensen weten ondertussen al, de kijkers en luisteraars, dat zij, wanneer zij een goed doel effectief ondersteunen, een onschuldige hand op mijn kantoor, daar een, uh, iemand uittrekt uit de bokaal. Die ja. dan een mooie prijs wint. En ja, in vijf geval... boeken, die, die zal ik zelf beschikbaar gaan. Fantastisch. Ja. Een boekenpakket, boeken geschreven door Teun. Ik heb in voorbereiding van ons gesprek ze allemaal met veel plezier, kan ik benadrukken, gelezen. Dank je wel. Zijn er een boeken over... ook werk geweest? Ja, ja, dat, ja. Maar dat was met veel ja. plezier. Het was vooral ja. werk voor jou, denk ik. Ik moet gewoon in de zetel liggen en lezen. Dus ik zou zeggen: iedereen die naar aanleiding van ons gesprek daar meer wil over weten, zeer warm we aanbevolen. Dan krijgt uh, één gelukkige webinar dat boekenpakket opgestuurd. En in dat boekenpakket zal, hoop ik, dan ook iets te lezen zijn over de zogenaamde Tunnel People, vond ik zelf bijzonder interessant. Ja, ja, de, de Tunnel Mensen en Amerikaanse... Ah, dank u wel, een, een lekker een glas, glas wijn. Ja, dat heb ik wel verdiend na zo lang praten. Sowieso. Ja. <laughs> uh, tunnel Mensen, dat was mijn eerste boek, mijn debuut, mm -hmm. en toen... Um, uh, dat was in feite een uit de hand gelopen fotoreportage. Ik, ik wou er wat foto's nemen van die uh, daklozen die in tunnels woonden. Daar uh, woonde een gemeenschap van um, daklozen in een oude spoorwegtunnel. En toen ben ik daar geïntroduceerd door een Amerikaanse etnograaf Terry Williams. En mijn aanvankelijke plan was daar een paar foto's te nemen en een artikeltje over te schrijven. Maar ik vond het zo fascinerend en uh, ik kwam er ook achter. Um, er waren meer reportages over gedaan. Dat waren altijd een beetje oppervlakkig. Als je er echt iets aan toe wou voegen. Dat je echt. Letterlijk als antropoloog. met die mensen moest leven. En um, ik had daar het geluk. Uh, een van die tunnelmensen was een grote zwarte man. Een Rastaman. Hij noemde zich. Uh, zijn bijnaam was Lord of the Tunnel. Uh, Ontzettend grappige man. Zeer intelligent. Um, filosofisch geschoold. Uh, zeer snedig opmerking. Maar hij was ook. Ja, op een leuke manier rechts een soort Archie-bunker, maar dan een zwarte rasta die in een tunnel woonde. Dus dat was een in feite een uniek figuur en ik ben heel goed met hem bevriend geraakt. En uh, ze woonden daar allemaal in die tunnel, het was natuurlijk heel breed, een oude spoorwegtunnel. Er waren af en toe uitsparingen, daar stonden bunkers van onderhoudswerkers. En die hadden ze als het ware gekraakt en daar waren ze in gaan wonen en die hadden daar een eigen... Leven, levensstijlen ontwikkeld en uh, sommige mensen dat waren echt zware verslaafden die, die, die woonden in een, een vies houten hokje en andere mensen mijn vriend, de, de buurman Bernard dus die had ook een, een kampvuur dat kookte en altijd bijna kwamen af en toe mensen eten en er waren graffiti-artiest uh, die hadden de muren hadden ze kunstwerken gemaakt dus die had het, als het ware het tunnelleven geperfectioneerd en die was volmaakt gelukkig daar die zei van... Uh, hij verdiende zijn geld met, met blikken verzamelen... in de omgeving. Dan ging hij altijd met de... de van supermarkt... van... van, uh, van, uh, uh, van uh, 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 heette die. De concierge van grote appartementsgebouwen. Um, daar had hij een deal mee, die hielp hem mee... de vuilnisbouw te zetten. En dan kon hij... het gerecycleerde afval uitsorteren. En... Uh, als je dat handig deed, dan kon je daar gewoon op een, uh, op een paar uur tijd voor 60 dollar lege blikjes wisselen. Dus die, mm. dat deed hij twee, uh, twee uh, ochtenden per week. En hij noemde zichzelf een uh, recreational crack smoker. Dus dan uh, rookt hij s'avonds gewoon na gedane arbeid graag een pijpje crack. En, uh, mm. uh, maar ja, er waren ook mm. hele andere trieste gevallen die, die echt volledig crackverslaafd waren. En, en, en die, uh, maar ik vond het uitermate fascinerend om. Uh, Tussen die mensen te wonen en iedereen uh, had ook een ander verhaal, een andere achtergrond. Er waren Puerto Ricanen, er waren Blanke jongens, vrij jong. Zwarte mensen, er liep van alles rond. Uh, ik heb ze geprobeerd allemaal een heel menselijk gezicht te geven. Want, want uh, ik vind het heel belangrijk, uh, de, dat klinkt vrij pathetisch, maar inderdaad, uh, de, de verschoppelingen een menselijk gezicht te geven. En, en uh, ik ben uh, achteraf heel trots op dat boek. Ik vind het ja. nog steeds een. Uh, ik vond het persoonlijk fascinerend, omdat in dat boek nog een keer blijkt: je kan antropoloog zijn en je kan op universiteit boeken lezen en daar dan een soort van synthese van maken, om het een beetje oneerbiedig uit te drukken. Of je kan wat jij gedaan hebt in New York, want daar gaat het over. In New York, eigenlijk onder Central Park was het? het was onder Westside Riverside Park. Dus waar dan in verlaten metro-tunnels. Een spoorwegtunnel ja. Mensen, daklozen, neem ik aan, die ja. hun onderkomen uh, hebben gevonden. om daar dan effectief te gaan leven. Ja. onder. Ja, eigenlijk in de onderwereld. Ja. ja, kijk, ze beschouwden zichzelf niet als daklozen. Zei, uh, het, het was ook een soort Amerikaanse pioniersmentaliteit. Hmm. Okay. En ze zeiden eigenlijk letterlijk: van wij hebben hier onze eigen space. En die Bernardus, uh, de Lord of the zei letterlijk: van uh, ik heb een huiskamer van. Uh, van twintig uh, straatblokken groot. Het heeft niemand in mijn net. <laughs> <laughs> en ze zaten ook niet zo diep onder de grond, Er waren ook luchtroosteren af de zonlicht binnen viel. Hoe lang heb je daar bij gewoond? In totaal missen? heb ik er vijf, uh, vijf maanden tussen. Ja, en ik hielp ze ook altijd mee met blikken ophalen. Okay. Dat was heel grappig. Want dan, uh, dan zei die Bernarde, kwam ik meehelpen, helpen. ze vonden mij altijd die, die, die conciërge is voor mij altijd een beetje raar. Wat, wat, wat doet die, die blanke met het Europees accent? Ze bennaad, ja, van dit is mijn stagiaire. <laughs> maar die, die maakte ik echt deel uit van de buurt en mensen kenden hem dus die had, uh, uh, ja, het, het was gewoon een hele bijzondere ervaring en, maar ik, ik heb ook heel, heel close met die mensen geleefd en, uh, hun domme streken maar ook hun slimme opmerkingen en hun, de tragiek maar ook het, het, letterlijk het verdienmodel van hoe, hoe, hoe overleef je als dakloze in een keiharde uh -huh. stad als, als New York en die mensen hadden een uh, opvallende slimme overlevingsstrategie uh -huh. Want je leeft daar vijf maanden, dat betekent nou Ik, ik, zal, ik de ik, ik, ratten, tussen de ik, ik, lexinaden ik, of... Nou, er werd weinig gespoten en we waren af en toe ratten, maar we, we hadden gelukkig katten in ons kamp. <laughs> die, die joegen de ratten weg. <laughs> maar ik zat ze meestal drie, vier dagen achter elkaar en ja. ik had ook een kamertje in, in, in Brooklyn bij een kennis en daar zat ik ja. af en toe even één dagje films ontwikkelen en alle, alle notities. Want ik werk meestal, heb een concentratieboog van drie, vier, vijf dagen heel hard en dan eventjes een dagje eruit en dan Kom je weer terug met frisse onderzoeksvragen? Als je nu naar New York gaat, dan ga je een gat langs die mensen in de nou, tunnels. Nou, die, die tunnels zijn ontruimd. Dat was ook heel interessant. Die mensen hebben toen door een dakloze organisatie en door de federale overheid. In het begin wouden de spoorwegen zich gewoon eruit rammen, maar die waren zo bekend. En er is toen een soort uh, uh, programma om die mensen huisvesting te geven. Hmm. En dat was heel interessant om te zien. Uh, in feite was het voor mijn boek ook een soort interessante laboratoriumsituatie. Dan. Uh, Grofweg had je twee soorten mensen in die tunnel. Dus de mensen die, die gaven de maatschappij de schuld van uh, dat ze daar zaten. En er waren mensen die, die legden een stuk verantwoordelijkheid bij zichzelf. Ja, ik ben zo stom geweest om aan, aan de kook te gaan. En toen gebeurde dit en toen heb ik dat fout gedaan. En de mensen die de verantwoordelijkheid bij zichzelf legden, die, hebben dat, 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 um, dat programma, die zijn geslaagd in dat programma. Maar die andere mensen die dus altijd de schuld aan de buitenwereld gaven, die, die, ja, het was gewoon, zoals een, een collega van mij zei: van, um, falen is, is deel van hun concept van het leven. Dus die waren letterlijk ook bang, hoe vreemd het ook maar klinken, om weer een normaal leven te leiden. Omdat ze zo erg uh, gewend waren om het leven van verschoppeling te leiden onder de grond, dat dat, dat gewoon. Um, dat ze een soort paniek kregen dat ze misschien binnenkort weer normaal leven zouden kunnen. leiden. Mm -hmm. Dus het was heel interessant om te zien. En daar de meeste. het is dus nu weer dertig jaar geleden, de Bernard is een paar jaar geleden omgekomen. Maar die heb, toen hij uit de tunnel was, toen, ja, toen ging ik elk jaar, als ik al te lunch of iets eten of zo, een, een, een pilsje drinken. Dat hadden we hadden altijd hele goede contacten mee gehad. Het was zeer, zeer boeiend om te lezen. Dus ik zou zeggen aan de mensen die storten, Zeker beginnen met dat boek, ja. uh, vind ik persoonlijk. Uh, ik vond het een wereld die ver van ons staat. En als je in New York rondloopt, dan besef je niet dat daar effectief ook mensen onder hebben gewoond. Dus dat is toch een, ja. een, een vreemde wereld, ja. op die manier. Je hebt daar geen crystal meth mensen ontmoet? Of mensen nee, die crystal meth met had je toen nog niet. To, ah, okay. Toen was crack was gewoon de drug of choice van de arme mensen. Mm -hmm. En crack, dat is een soort derivaat van cocaïne. En dat kon je toen heel goedkoop kopen, kopen in, 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 in capsuletjes van drie of vier dollar. Mm. En dat was letterlijk uh, perfide marketingstrategie. Uh, Gram kook kost 50 uh, euro. Een dollar dat was voor de, de meeste mensen buiten bereik. Dat was inderdaad Wall Street. Die, da, da, daar heb ik ook een beetje de basis gelegd van de onderklasse gaat dan onder aan de drugs. En de elite Wall Street, mm. die, die snuift uh, witte poeder. Um, uh, Crystal Met uh, was toen niet. Het, 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 het probleem met krek is dat je het heel kort werkt. Dus je krijgt een ontzettend intense haai, maar dan na twintig minuten is het weer uitgewerkt. Dus dan heb je weer zin in een andere portie. Dus sommige mensen gebruiken twintig, dertig porties op een, uh, op, een, op een dag. En um, ja, sommige, mensen, uh, sommige vrouwen gingen prostitueren, anderen gingen uh, stelen. Of dealen en. en Bernard gaat redelijk onder controle. Die, 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 die rookte zo. Uh, uh, drie of vier porties. Uh, een paar keer per week of zo. Die, die noemt zichzelf ook van. Ik, ik wil niet. Uh, ik gebruik het en ik wil niet dat het mij gebruikt. Dus dat mm -hmm. was. zoals dus ik dat al zij een, een uitzondering. Een verstandig, recreatief gebruiker. Mm -hmm. En, uh, en daar wil ik absoluut geen reclame maken voor het gebruik van klek. Want. ontzettend veel mensen gingen er compleet aan ten onder. En wat je nu dus hebt is. Chris met, Dat is de de drug of choice, het kost hier in Europa nog vrij duur, 80 euro per gram het was vroeger nog zelfs 200 euro per gram maar je hebt ook in Amerika, in Los Angeles in Mexico, en Tijuana heb je gebruikersporties die kosten een paar dollar ja. en uh, van crystal meth ben je dus uh, 12 tot 24 uur onder de pannen dus het is een hele economische drug ja. En uh, je hoeft niet eens criminele streken uit te halen ik sprak in Mexico met verslaafden in Tijuana, ja, en die moesten gewoon een uh, uurtje of anderhalf per dag uh, autoruiten wassen. Bij je, je kent die mensen, jongens, wel. Even, in Nederland heb je dat nou nauwelijks, maar die, die wassen je autoruiten. Dan moet je eventjes uh, 50 cent geven. Dus die, uh, die die deed dat een uurtje of anderhalf per dag. En dan hadden ze geld voor een christelmet. En eten was gratis bij, bij dakloze organisaties, bij, bij kerken. En. en in Los Angeles zie, zie je dat dat, dat, dat ook uh, kost het 5 dollar een gebruikersportie en mensen hebben dan twee of drie porties uh, of een of twee porties op een dag nodig en uh, ja, iedereen heeft toch ook zijn eigen verdienmodel en, een beetje bedelen. Uh, er zat één iemand uh, die ging naar een uh, op Skid Row, dus de dakloze buurt in Los Angeles, die ging naar een uh, een, een needle exchange program. en je zou denken, je geeft eenvoudige spuit, je krijgt de schone terug. Maar hij kreeg gewoon een zak met 40 spouten en hij verkocht er 30 van. Dan had je genoeg geld om. Okay. Uh, dus, maar de, de, de christenmed is een verwoestende drug. Zwaar verslavend. Uh, uitermate destructief. Uh, er zijn hele zeldzame gevallen kunnen er verstandig mee omgaan. Maar de meeste mensen gaan binnen no time uh, naar de klote. En het is ook een hele fascinerende geschiedenis. Het is. Uh, ook gebruikt door Nazi Duitsland als uh, energizer. Uh, en de burgerbevolking voor de, de wederopbouw. Maar ook door de soldaten. In, in, in de weermacht die gebruikte Christelmet uh, tijdens de Blitzkrieg. En daardoor konden ze gewoon drie, vier uh, dagen en nachten doorknokken. Mm. En uiteindelijk pleeg je natuurlijk roofbouw op jezelf. En dat is, ook, heeft ook meegespeeld aan de ondergang van, van het derde Rijk. Mm. Maar het heeft dus een hele, hele hoop uh, verschillende culturele settings. En... Uh, dus de daklozen in, in Los Angeles en in, in Tijuana. Uh, maar uh, in, in Amsterdam heb je een hele de decadente wereld, de chemsekswereld. Dus chemische seks heet dat. chemsex. het is uh, vooral in de homowereld. drugs met, met, met allerlei. Uh, uh, seks met allerlei drugs. dat zijn feesten die duren soms 72 uur lang. En uh, dat zijn. Uh, ja, orgies die helemaal uit de hand lopen. En, en ik heb er ook met een paar uh, mensen gesproken uit die wereld. In feite een hele trieste wereld. Mm -hmm. Het stompt je ontzettend af. En, uh, ik heb ook in mijn boek een heel hoofdstuk over de farmacologische uh, werking van Christel. Maar als je dat leest, dat is het angstaanjagend. Wat je hele dopamine systeem, je, je gelukssysteem. Dat is een hele delicate balans van um, beloning, aanmaak van dopamine, langzame afbraak. ...verwachtingen, vreugde... ...het is heel subtiel allemaal... ...en, mm -hmm. en Crystal die gaat er als, als een soort sloophamer doorheen. Dat zie je zeer treffelijk... ...ik denk als je op YouTube... Um, ...zombies... ...is altijd hetgeen het, je kan intikken... ...als trefwoorden... ...zombies, uh, Kensington Boulevard denk ik... ...of Skid Row... Kensington in, Avenue... ...dat is, is, Kensington is, Avenue? Ja, dat is een, een, nog... ...ik heb nog één hoofdstuk... Euh, ...over fentanyl... Okay. ...en dat hoofdstuk heet... ...is fentanyl het nieuwe met. En fentanyl is, is nog, nog smeriger. Nog destructiever. Fentanyl is kunstmatige heroïne. Supersterk. Uh, by the way, uitgevonden door een Belg, Paul Janssen. Uh -huh. Belg heeft de wereld de saxofoon gebracht, maar ook uh, fentanyl. <laughs> Die <laughs> zijn uh, elkaars ja. Het is aanvankelijk natuurlijk een geneesmiddel: hè. Een, een, een pijnstiller. Um, dat wordt nu geproduceerd in Mexico. Vroeger werd geproduceerd in China... en konden Amerikanen het gewoon een kilo nu bestellen... omdat dat in kleine porties doorverhandelen. Het is ontzettend sterk, van 5 milligram. Zo groot als een suikerkorreltje kun je alle overdozen doodgaan. En um, Kensington Avenue, daar ben ik ook geweest voor mijn onderzoek. In Philadelphia, dat is, uh, dat is uh, twee mijlen uh, op die avenue... tussen drie metrostations daar... Uh, ja, daar zit iedereen op straat zich vol te spuiten en uh, te creperen. en mensen gaan heel snel dood van een overdose. Of vallen zeven, wel een paar doden per dag. Uh, ja, waanzinnige beelden, hè? Als je het, het YouTube bekijkt, waanzinnige beelden. De, de ondergang als je het inderdaad googelt, kent een zombie. Uh, ja. En ik heb het gefotografeerd, heel moeilijk te fotograferen, want het is uh, uh, om het diplomatiek uit te drukken, a very photo resistant community. Uh, mm -hmm. Ik moest een beetje stiekem fotograferen en af en toe. Uh, maar ja, ik heb er ook wel met, met wat mensen gesproken en wederom uh, ook allemaal mensen die hebben verkeerde afslag genomen en, en ook zoiets van ja we ik, ik ben mijn vriend gebruikt heroïne en dit was goedkoper en, en toen voordat je het weet zit je hier en, en het probleem van fentanyl is um, je hebt na anderhalf uur weer een nieuwe shot nodig van van heroïne dat is uh, heb je pas na zes uur weer een andere shot nodig maar fentanyl na na, na na anderhalf, twee uur. Dus je moet... Bij wijze van spreken, als je naar verslavingskliniek gaat... Nou, je, je kunt niet eens een uur in de wachtkamer zitten. Dan moet je weer naar buiten rennen. En, en, en je prikt twintig keer per dag. Dus je aders gaan kapot. Uh, ja, er wordt een ge... fotoboek zei ik zelfs... Een man die in de nek geïnjecteerd Ja, 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 in de nek. Omdat die, veel mensen hebben geen aders meer in, in de armen en de benen. En dan blijft het enigst nog over de halsslagader. Ja. of uh, de halsader. Mm -hmm. En uh, dat, dat is verschrikkelijk uh, naar om, om te zien. En... Um, nou, dat, 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 dat is gewoon letterlijk de ondergang van de, de westerse maatschappij, als je dat ziet. Dat is, uh, ja, mensen, die, die gaat er ook heel gek van bewegen, als een soort zombie. Mm -hmm. Die filmpjes zijn ook vaak genomen vanuit de rijdende auto, maar dan krijg je wel uh, tegenstand tot foto's die die bewegingen te zien. Mm -hmm. het, het, het is, het is en, um, ja, Die mensen worden een beetje aan hun lot overgelaten, hè, en die worden een beetje afgeschreven door een soort progressief, van we mogen de gebruiker niet criminaliseren, uh, en, en het is een vrije keuze. Je, als je aan de fentanyl zit, heb je geen vrije keuze mm -hmm. meer. Maar het is dus echt. Um, ja, ik, ik schrok ervan dat er 100.000 doden gevallen vorig jaar. En sommige mensen zeggen dat het een bewuste strategie is van, van China. Een soort wraak op de opiumoorlog om, om, om de precursoren van fentanyl naar Mexico uit te voeren. De kartels die produceren mm -hmm. fentanyl. En dat wordt keihard naar Amerika verscheept. We hebben het hier gelukkig nog niet. Mm -hmm. Behalve dan misschien die Kim zoals het is, het is geen vitamine. Ja, ja, kijk, Kim Sex en Christel Met, yeah. maar dat is een vrij yeah. kleine groep. Yeah. Uh, hoewel Christel Met gebruik gaat langzaam stijgen en waar ik zelf heel bang voor ben, je hebt dus tegenwoordig uh, ook van die communities van uitgesloten mensen, dus de wegwerpmensen, disposable people of the useless class, hoe je het ook wilt noemen, dat zijn uh, dakloze, werkloze, vastgelopen migranten. En natuurlijk in Parijs heb je van die kampen en daar wordt heel veel crack gebruikt. En ik hoorde ook uh, op uh, Botanique metrostation in Brussel, ik moet dat uh, eens gaan kijken, mm -hmm. dat er ook een hele crack-using community is. Maar als daar crystal meth begint, dan kan het heel snel, uh, heel snel, mm -hmm. uh, en het gaat heel snel, want iedereen die crystal meth gebruikt, die gaat op een gegeven moment ook dealen om zijn eigen gebruik te, 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 te bekostigen. Dus mm -hmm. dat kan als de inkvlak uit, uit. Ja. dus dat moeten we heel goed uh, in de gaten houden. Mm -hmm. Je gaat uh, dat een keer bekijken in Brussel. Wat staat nog op het programma uh, voor Teun de komende periode? Ik ga... Nou, ik, ik ben bezig met de Engelse vertaling van mijn, mijn Christel Med-boek. Mm -hmm. En ik doe nog wat... Uh, ik, ik moet nog een keer naar Thailand toe, want de laatste keer... Um, toen was de grens naar meer markt gesloten vanwege de, de corona. Dus uh, mm -hmm. dat wordt een klein onderzoeksreisje. En ik moet nog wat losse eindjes aan, aan elkaar verbinden. En um, ik heb al een Christel Met lab bezocht in, in Mexico. En... Um, ik ben nu nog bezig met uh, proberen met wat Christen met producerende jongens in Brabant te praten. Maar dat, dat, dat kost tijd. Dus mm -hmm. Je kunt niet uh, uh, oproepje doen. Uh, maar ik, dat is uh, via, via, via. Lange armpjes, lange armpjes. En proberen er te komen. Ja, ja. Komt op neer. ja. Ik vond het bijzonder interessant, uh, Teun. We zouden ja, interesse ja, ja. kunnen doorpraten uh, ja. uh, over. Alle mogelijke zaken die je al hebt meegemaakt. En ja, dat, excuseer dat ik op mijn praatstoel zat, maar dat was geloof ik ook is de bedoeling. De bedoeling <laughs> dat is de bedoeling, hè. Ja. Wij zijn advocaten, ja. we praten uh, sowieso <laughs> al genoeg, of misschien te veel volgens sommige mensen. Dus bij deze zullen de mensen blij zijn dat ze vooral jou hebben gehoord. Ik wil jou enorm bedanken ja. voor het zeer fijne gesprek. Iedereen warm aanmoedigen, thuis of in de auto of op een andere plek die aan het kijken en luisteren was, en of luisteren. Om te doneren voor het goede doel, Moedige Moeders, dat je hebt uitgekozen. Ja. En uh, vooral ook uh, aan de slag te gaan met jouw literatuur, want het is zeer warm aanbevolen. Enorm bedankt aan iedereen om te kijken of te luisteren. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Dank u. Ja, dank u.